Ik wil even een pirate gaan kiezen. Even die dikke, dikke sloebes. Hoezo snel is zo? Oh, dat is gay. Wat ik nu online lees. Stel dat je iemand aan het volgen bent die je wil killen en je hebt geen loot. Dan scuttle je je ship en dan spawn je bij de dichtstbijzijnde outpost. En dan, als stel dat iemand die kant op gaat, dan scuttle je gewoon en dan spawn je voor zijn neus dus. Daar wordt vet veel misbruik van gemaakt, lees ik nu. Oh. Dan moet je toch een beetje geluk hebben dat je juist de outpost krijgt. Nou ja, daar zou wel iets voor zijn dat het lukt, maar... Kan ik geen normale chick kiezen ofzo? Plus van die grannies. Als je een normale chick wilt, dan ben je nog 100 uur bezig. Ja, nou, ik heb nu een granny. Die wil je wel blijven spelen. Ja, goeie boobs. Oh, over 6 minuten begint er een stream ofzo. Saggy tits. Ja. En dan krijg je een coole flintlock pistol van. Flintlock pistol. Ah, dan moet je zeker weer iets linken of zo. Nee, dan moet je gewoon je Xbox account inloggen. Heb ik al gedaan. Begint over 6 minuten en dan krijg je dat wapen. Dus als ik in de Xbox app zit, dan gebeurt het automatisch. Nou ja, ik ging naar die site hier, ik link hem wel. En daar ging ik, daar had ik. Gewoon ingelogd en nou kan ik zo meteen de stream kijken als het goed is. Dus mijn Calico Nick. In daar rechtsbovenin? Ja. Ik zit er ook in de party. Heb je al een poppetje dan? Ah. Nou, laten we beginnen. Mixed.com is er een nieuwe iets. Is voor Xbox, denk ik. Sign in with Microsoft. Nou, volgens mij is dat gewoon je sign-in en dan krijg je het. En ik zie verder niet hoe je iets anders kan doen. Dat is er gewoon een mail in nog. Oh. Yep. Nee. Ik weet niet wat voor stream dat is, maar die geven in ieder geval die gun weg, dus dat is wel chill. Even zijn geven als je 5 minuten om is, want ik ga nu niet kijken, want dan heb ik helemaal geen FPS meer. We kunnen signen, Koenietje. Ook al van die mensen in chat, am I too late for the stream and shit. Staat de stream start in 5 minuten. Gratis pistooltje, leuk, scheelt weer, gold spenden. Hallo! Nou, ik ben benieuwd hoe Melvin eruit gaat zien. Neem wachten tot die jongen spant. Dat is Kielhaal en Koen, waar is Melvin? Ja, ik zit nog steeds in de party scherm, is hij vastgelopen ofzo? No. Oké, okay, Alta 4, ik join alweer. Nee, Melvin, nee. Wat nee? Nee, nee Melvin. Je moet kijken, dikke schatkist hier. Skatoekist. Dat was mooi geweest als er echt wat lag, hè? Skatoekist, toe. Ik zag net ook gelijk toen ik op die andere server spande een skelet. Dus we gaan. Oh, volgens mij zie ik hier ook een. Koen het veranderen van onze piraterij vannacht. Nee, ik heb het niet verteld verder. Nee, dus ik kan niet echt vertellen waar het is. Melvin zei wel dat als er zo'n skill spawnt, dan spawnt hij op elke server tegelijk. Ja, ik zag gisteren zo streamen, dat was niet cream. Die hadden een raid gedaan en die ging op één lobby leave en gingen ze een nieuwe lobby naar een andere stronghold. Ze deden hun, dat hadden ook al geüpgraded ship en weet ik veel wat voor shit allemaal. Dat is gewoon cheaten. Yup. Server hoppen. Een beetje cheat, ja. Deelnemen aan Sea of Thieves, wil ik dat? Ja hoor. Ja hoor. Nu laat ik. Ga je even een skelly zetten dan? Ja, ik zou er even één kopen. Ik ben bijna 20 daarmee. Ik ben 20 daarmee. Oh.
Zal ik er een kopen? Ja hoor. Meer rap, baby. Ik wil die maximaal, ik wil die 50 hebben. Dat snap ik helemaal. Als eerst. First. Het is een stuk cooler die skeletten hunten op mooie eilanden dan... Ja, ik heb er 2 gekoopt. Jezus, waarom koopt hij dan gelijk weer 2? Ik koop en ik krijg meteen rap met. Super chill. Hoeveel geld heb jij, hè? Ik heb... Nog over. Nog... 85.500. Oh. Waarom koop je niet even een mooi skinnetje voor het schipje dan? Ja, inderdaad. Zoveel is het. Nou en? Ja. Jullie geven als we al allemaal jullie... wat... Oké, we gaan allemaal wat kiezen wat we voor het schip gaan kopen. Uiteindelijk koop ik wel... Even kijken, wat heb ik de keuze? Ik heb de keuze om het schip kleur te veranderen, dingen voor en een mast. Oké, dan heeft 3 mensen hebben de keuze. Maar ik ben wel een van die 3, dus kies maar wat ik moet kopen. En jij koopt het andere. Hoeveel geld heb jij dan, Nick? Ik heb niks meer, ik heb 13k. Oh. Ik kan niets kopen dan. Welke willen we, de zeil of de hul? Ik denk dat de zeilen meer gaan opvallen. Sea Dog, toch? Ik heb deze... Is iedereen het eens met Sea Dog? Ja, welk anders? Die lijkt me mooi. Het coolste. Ja, nee? Ja, Sea Dog, ja, is prima. Ja, vind ik ook goed. Omdat ik dit gekocht. Ik kan er ook eigenlijk laat vet langzaam, ik weet niet wat het is. Huh? Nee, maar ik heb deze hele skin. There you go. Je ziet het niemand is donker en ze zijn niet naar beneden. Goed gespamd, man. Maar je had al gehoord, Nick, dat die alleen gold en zo, dat hebben ze expres gedaan. Dat is geen lijk. Een beetje minder server belasten. Yep. Maar ze gaan al fixen. Er kan een patch aan begin volgende week. Ja, ik zag dat filmpje, maar ik heb het niet gekeken. Cool hoor, Koen. Ja, nou zijn we coole piraten, hè. Nu gaan we opvallen. Awesome. Ja. Dan gaat iedereen ervan uit dat wij unfriendly zijn. Dat zijn we sowieso wel. Nee, hoe zie jij eruit? Laat het zien, Mel. What the fuck? Ik ben gewoon een chickie. Maar je kan een jong gezicht, dus nu ben je gezicht. Dat is prima. Nou, ik ga eigenlijk beter op PC uit. Ga ik snel laden. Heb jij al je rep nog? Ik, hè? Nee. Ja. Nee, ik begin gewoon overnieuw. Oh, dat is flauw. Hij heeft gewoon zijn piraten verwijderd. Ja, maar ja, gisteren, ik werd elke keer headshot, man. Omdat ik zo dik was. Ik weet dat de hitbox hetzelfde was, maar het stond nergens op. Koen, nou. Ik ving toch die blunderbus op, mijn jongen. Niet alleen die blunderbus, elke fucking cannonball was een one-shot. Die één bot van die skeletten gaat nergens over. Er is een galleon close zuid. Oh, een prijs. De stream begint. Poenarnaar. We kunnen wel gelijk killen, maar... Oké, okay, lower the sails. Ik ben niet aan boord. En vertrekken, jongens. Jullie hebben cool dat ze nou helemaal zwart zijn. Ik ga wel kijken waar we heen moeten. Oké, okay, daar zijn we eerder geweest vandaag. Lone Cove en Smuggler's Bay. Lone Cove is hier. Daar. Smuggler's Bay is die mooie, toch? Dat is correct. Allebei achter ons, dus we kunnen kiezen of... Colorful Sails. Nou, ik heb een achievement. Of we kunnen achter de Galleon aan, die deze kant op komt. Ah nee, die komt niet deze kant. Koen, waar ben je? Ik sta bij het stuur. Okay. Wat, lampjes uit. Welke richting moet ik op? Ga maar Lone Cove. Ja, welke richting moet ik op? Ik weet niet, ik ben lampjes aan het uitdoen. Oké, dan wacht ik even. Ondertussen moet je de map wel uit je hoofd kennen. Ik weet niet eens waar we staan. Noordoost is dat achter ons. Kun je niet echt zien hoe hoog je hem nou optakelt.
gewoon allemaal pikzwaard. En nu rechtdoor, helemaal rechtdoor. Eerste eilandje wel tegenkomen, dat is hem. Voorste sail ook even naar de andere kant. Jo. Hey! Hey. Even mijn sniper weer weg switchen. Dat is het eiland al. Dat is het eilandje. Een groot link voor? Ja. Ja. Ja, ik ben gisteren een strong op, maar er waren vier van die sloops, denk ik. Ja, dat ging niet zo goed door. Ik zie dat de Galleon daar nog steeds geparkeerd is achter ons. Weet je wat leuk is om te doen? De volgende keer dat je de anker dropt, moet je er snel bovenop springen. Oké. Okay. Zelfs omhoog. Knal daar bij het strandje neer. Anchors away! Ga er bovenop, ga er bovenop! Ah! Zo, dus Thomas stond er al boven. Ja. Oh, dat zag ik. Ik krijg nog niet zoveel door. Drie captains hier, ja. Drie. Oh, die zijn verdrekt. Ja. Au. Zullen we even een rondje om het eiland maken, kijken wat kisten zijn ofzo. Mijn shotgun boys hier. I forgot to bring some bananas. Ik ook. Ja, ik ook. Ja, dit is charge toch een partij, jongen. Oh. Yeah. Captains komen alle drie tegelijk, of niet? Ja, daar zijn ze. Ik ga al op kanon zitten als je ze een beetje op de strand kunt kruisen ofzo. 1 AP de droom.
Kun je met die stream doen, wordt pistool? Ja, ik ben even aan het kijken of er een... Peter, geef me een headshot, jongen, het skelet. Ik ben een 1v1 captain hier. Oh, easy. Ik heb Mike die dood. Ja, heb je het skelet ook gepakt? Ja, maar dat zijn er twee, maar nog eentje zijn toch? We hebben er drie nu. Oh, er zijn er drie dood. Yep. Oh ja, nu gaat de derde ook. Ah, dat was echt goed. Maar die skull is vet. Je moet ze hier op rekje zetten, Nick. Binnen bij de captain. Wat? Hier moet je die skills doen. Hey. Ja, dat heb ik vanmiddag al gedaan. Oh. Is niet origineel meer, man. Dat weet ik. Maar lijkt wel nou, cool. Even exploren nog. Ja. Knaantjes pakken. Beninnes. Benoenoes. Hier zijn nog drie plankjes links op het strand. Nog plankjes. Iemand in de brik, of niet? Nee, sorry, ik ben niet. Ik ben aan het kijken voor die stream voor ons, hoe dat nou gefixt is. Jeez, okay, ik wil jullie alleen maar skin, laat maar hoor. Ik ga de brik wel in. Poot maar. Little shit. Ik weet nog niet of die auto... Ik was die dinges aan het lezen, maar volgens mij is die automatisch gesynkt nu, maar dat weet ik dus niet zeker. Een rare stream is met dan, jongen. Kun je niet in je weapon stash kijken of je een andere skin hebt? Zou je dat gelijk zo krijgen? Ik weet niet. Nou, als het gesynkt is, dan zou je dat krijgen, ja. Iedereen doet... in een chat, maar... Follow ze wel, misschien moet je dat doen. Nee, als je naar beneden scrollt, staat hoe? Want als je die instructies volgt, dan staat er dat je weer moet unlinken, maar dat klopt niks van. Unlink je Microsoft from the new mixer that we created for you. Oké, unlink. Dit is gewoon een banaan met schil, gadverdamme. Oh, what the fuck, ik ga gewoon dood, dat is gehalte dan. Er staat een skelet om in te hameren hier. Hij komt er vanzelf wel bij, denk ik. Nee, want je moet wat doen. Oké. Een link gedoe lijkt me wel bullshit. Met mixer login. Mooi varkentje.
iedereen aan boord? Yes. Ja. Oké, als het goed is, is nou mijn Microsoft-account gelinkt. Mijn is ook al gelinkt. Oké. Oh, we varen! Oh. Even kijken, we gaan nu naar het mooiste eiland ooit. Ik zie hem al. Goh. Daar rechts voor ons is het toch? Dat grote, ja. Ik zie ook al waar je doorheen kan. Oké, en deze dan. Oh, check maar, kom beneden. Ik heb een coole lamp hier. Lower the seals in, boys. Assassin's Creed. Oh, nice. Blauw lichtje, ja, dat is wel vet. Yup. Oh, nou kunnen we de seals ook zien, want het is nu daglicht. Ik vind het dom dat het embleem alleen op de voorkant staat. Nee, niet eens op de voorkant, alleen op de middelste bedoel je. Oh, ook nog. Event. Nou. Wat bruut. Ik vind het awesome, man. Kan die stream weg doen, denk je? Ik weet niet. Is dat een unieke skin of is dat gewoon eentje die je ook in game kunt kopen? Een uniek. Oh. Achievement. Ik heb een skeleton while it's crunching on a banana. Ach. Ja, nu krijg ik al mijn achievements nu. Ik heb de Kraken achievement ook nog steeds niet. Straight ahead, Captain. Maar nu hebben we niet meer in ieder geval van die standaard witte sails. En als ik zo meteen genoeg geld heb, dan kan ik wel de hull kopen. Die Admiral, toch? Admiral hull, ja, die rode. Dat is awesome. Dat is die rood met zwart, hè? Mhm. Ja, nice. Hoe heb je daarvoor nou ook 70k? Ja. Ja, dus ik weet niet of het vandaag me lukt, maar... Hoeveel heb je? Sprangels. Hoeveel heb ik? Ik heb 13.000. Dat lukt je vandaag nooit. Nou ja. Ja, als we zometeen na deze gelijk een raid gaan doen en dan nog een raid. Ja, als je Sprangels gaat grinden, dan red je dat makkelijk. Ah, je hebt het 4 uur toch vandaag, Nick? Nee, morgen moet ik weer heel vroeg op. Dus vandaag wordt het geen latertje voor mij. Ah, dat kun je mooi tussendoor daar, ja. Ja, dat heeft Koen wel eerder gedaan. Maar dat was van die screenshot, of niet? Yep. Dit eiland is super pretty. Yo, ben je lekker aan melk? Had je nog weer bekeken? Ja, ja. Kom eens hier, kom eens hier. En niet naar mijn gezicht kijken hoor, dat is een Heb je tanden dit keer? Nee, dat is Thomas die geen tanden heeft. Thomas geen tanden? Oh nee. Dat is een beetje, die bijt op zijn lippen. Sales was stuk omhoog. Ja, nee, ja. Hoeft nog niet. De B is best groot. De middelste en alleen maar eerst helemaal omhoog.
Maar dit eiland is off, hè. Captain Lady Catherine. Kijk hoe vet het is, Mel. Nou, bij jou ziet het beter uit dan mij waarschijnlijk. Het gaat sowieso om het idee. Ja, dat is van bedoeld. Slangetje. Anker? Ja. Nou, vind skeletten. Cannonballs wel. Heeft iemand al wat skeletten gezien? Nee. Hallo. Hoi. Lekker hoor. Moist. Lekker moist. Where the fuck are them skellies? Heb jij de hele buitenste strand al gespoord? Ja, ja, behalve aan de andere kant. Noordoost. Ik hoor wel spoopje muziek nu. Oh, dan moet ze daar toch zijn? Ik zie niks. Ja, ik hoor ook spooky muziek als ik hier omhoog klim bij jou. Zit op het juiste eiland, toch? Smugglers Bay. Ja. Oh, misschien helemaal aan de overkant, ja, bij die... brug. Even jaar nul waar hem steen. Nou, als ik hier vandaan loop, gaat de muziek weg. En als ik dan weer terugkom, dan begint de muziek weer. Ja. We zijn hieronder in die grot of zo. Een bunch of fake news allemaal in ieder geval.
Er komt een sloep, en met sloep bedoel ik een galley deze kant op. Lol. Kijk, zuid, dan zien jullie hem. Zag hem. Jo, ik zie hem. Komt hij hier echt heen? Nou ja, ik weet eigenlijk kansen dat hij achter de rots weggaat, maar... We gaan naar die outpost waarschijnlijk. Ah ja, daar. Hij kan ons hier nooit zien. Nee. Of moeten even met een explosive barrel die brug hier staan. Ja, die hebben we helaas niet, maar dat zou wel een hele mooie... Ja, ik heb eentje gevonden, die heb ik op het strand neergelegd. Die kan ik meenemen. Ik heb er ook al eentje ingelegd. Zodat je die drap van boven bedoel, ja. Ja, dit is gewoon inspringen met die barrel. Of dan. Nou, ik ga hem niet pakken, want ze komen deze kant waarschijnlijk dan niet op. Nee, ik zie het niet naar uit. Breng hem wel even naar de crow's nest. Fuck man. Waar hoorde jij hem ziek ergens, Koen? Linksboven. Ik zit vast. Ja, dan moet je blijven springen. Harder. Moet je zo'n explosive barrel naar jou brengen, om te killen. Ik drink alcohol. Waarom werkt dat? Wat een onzin. Dan wacht je er gewoon uit. Ja, ik ben er nou weer uit. En nee, nu ben ik dronken. Hek! Hallo. En ik alleen gaat voorbij. Ja, mooi. Maar die kan ons ook inderdaad nooit zien hier. Hé, hey, hier is een boekie, Sea of Thieves. Kun je die ook lezen? Nee. Nee, die heeft die vent gewoon vast, toch? Jordy Tommy. Nu ik naar die stream kijk, kom ik erachter dat je gewoon... Dat wist ik niet, dat je op die galleon ook gewoon naar beneden kon kijken en de map kon zien. Door dat ik heb nog rooster. Ik heb nog nooit door dat rooster heen gekeken. Of van elke keer naar beneden. Galleon van nu weer terug. Wat? Maar wat gaan we doen? Ik ja, skeletten killen. Ja. Zou wel willen, man. Ik had nog geen schuld op het eilandje. Nee, maar er moet sowieso een groep skeletten hier ergens zitten. Heb je de muziek gevonden, Thomas? Ja, ik ben die grote kikker ook en zo, maar ik vind het niet echt iets. Ja.
De muziek is zo sterk hier. Waarom is hier niks? Er zit hier geen tunnel toch, Koen, hieronder? Er zit een grotje onder, maar er zit ook niks in. Nee, maar dat is het enige grotje? Wat ik gevonden heb wel, ja. Dat er een skeletje vast zit ergens ofzo. Steentjes. Hoepelijk, zo de boot op. Oh, Galleon. Die staat daar stil. Galleon staat in het water, zuidoost. Bij de outpost is dat toch? Geen idee. Nou ja. Laat ik het skeletje horen. Probeer ze op te graven. Maar... Het hele eiland hebben we ondertussen wel gezien. Dus. Ik zie hier beneden ook geen ingangen. Maar gelukkig is het early access. Ik zou hier maar 70 euro aan uit hebben gegeven. God bless. Thanks. Het is geen riddel toch, dat we iets moeten doen ofzo? Nope. Meestal is het gewoon een groep skeletten die je kan killen. Ik ben net dat ze gewoon geklitst ergens onder de grond zijn gespannen ofzo. Yep. Helaas. Terug naar het schip. Oh, er ligt banaantje op de grond hier. Oh, en een bankie. Bam. Ik pak even snel wat drinken. De big is dood. Pak een big. Ik had hier een big gevangen. Hoe komt het die dood ging? In het hockey.
je hem verdronken? Nee, hij moest eten hebben, hij moest banaantjes hebben. Maar dat vergat ik. Rip Piglet. Ik wist niet dat je eten moest geven. Jongen. Je kan hier ook dingetjes verstoppen aan de achterkant van de galley. Is Nick ook aan boord? Ja, Nick is aan boord. We hebben alweer 126 balletjes, jongens. Hallo. Hallo. Dus wat hebben we gedaan? Geabandoned? Nou, dat moet nog. Vote to abandon, boys. En Lagoon of Whispers. Ah, ik moet heel even gaan naar het holy shit. Holy shit, dat kwam opeens plotseling. Wat was het allemaal? Sorry. Boulder Key en Lagoon of Whispers. Okay. Boulder Key is voor ons. Oeh, Lagoon of Whispers is... Hoe ver? Ja. Kunnen ze die voor ons gewoon rechtdoor? Dat bij die galley? Ja, daarnaast. Ja, nee, gewoon voor. Hey, kijk zo, een raid! Voor ons gespawnd net. Links of rechts? Links. Oh ja, daar links in de vertical skull, heel klein. Ah, ja. Ja, we hebben niks te verliezen, dan gaan we dat doen, zeker. Ja. We hebben wel wat skeletten, toch? Ja, maar die vinden ze toch niet, die hebben we mooi gestort. Ja, dat zijn van die kleintjes. Nou ja, dan nou, worden we een beetje loot oprapen, denk ik. Let's motherfucking go. Zodra die ons zien, dan schrikken ze zich dood met onze nieuwe masten. Maar we hebben, ja, hopelijk werken ze heel intimiderend. We hebben niet bijzonder veel cannonballs. Wat gaan we de nieuwe tactic proberen dan? De nieuwe tactic? Ja, is goed. We hebben 60 planken. 130 kanonballen. Ja, die 130 ligt eraan of we tegen die galley moeten gaan vechten zometeen, maar... Nou, we hebben van die explosive barrel, dus Oh, hebben we die meegenomen? Die liggen bovenaan, normaal. Ik heb er eentje gelikt. De Melvin denk ik ook. Dit is dat eiland. Dit is dat eiland trouwens, Kurt. Wil je nog pitstop maken of wat? Ja, volgens mij hebben we wel 30 die net is gespawned. Sure. Zo in mijn dag anker trekken, want fuck de mast en zo, we gaan toch veel te hard. Is goed. Als je het stuur maar recht hebt. Er zijn veel skeletons op, zie ik. Anchor ho! De skeletons zien we hier. Hey, een varkentje, ik kan die varkentje vangen. Wees die nog geen cannonballs aan. Nee, sowieso niet. Gewoon slaan. Die skeletons pijn nu als je daar zelf voor op knalt? Er ligt hier ook een bananencrate, hè? Oh, nice. Zonder bananen. Extra bananen. Dat is niet handig. Dan hebben we een extra bananenstory. Dat nou. Domme, wat moet die Nick hebben? Wat? Die spawn helemaal aan de andere kant van de eiland. Ik zit hem heel in zijn rug te slaan en hij blijft maar op jou rennen. Oh. Ja, dat is ook een begrijp al. Ergens. Ik wel lekker een Nick de Piraat. Wat zei je? Een lekker Nick de Piraat is die outfit, hè? Die is echt al een kerel nou. Het is deze vinger. Ik ga al kiezen, zo. Zo, dat was een zware bevalling. Pas in de regen. Ja, joh. Ja, dan kist gevonden. Ja, een regenbanaan. Dit is ons quest uit. Ik bedoel,
best een eilandje. The fuck? Jeez. Dat ben de vul. Ik vond het een map dat ineens de grond was. Oh, dat zijn de captains al. Pak hem. Oh, pak hem af. Twee maar? Doom in Gwees. Hebben jullie alle drie een skelet? Nee. Twee hebben we toch? Er waren maar twee toch, of niet? Oh ja, oké, ja, kijk bij de verkeerde man. We gaan naar een stronghold. Is er een stronghold? Mhm, voor ons. En we gaan een nieuwe techniek proberen. Maar ze kon al, ja. Is... Gewoon recht op die gate afvoeren en dan met de anker. En dan O-turn ook, vlak van tevoren. Ja. Dan moeten we zeg maar tussen die twee turrets in. Voor de gate. Maar dan wel ver genoeg weg dat we nog kunnen schieten met de kanon. Dus ik okay, maar ik wil jullie allemaal even vertellen. Kijk eens. Ja. Wat eraan komt? Waar? Zuid, zuidwest. Oh ja. Ja, die komt op ons af. Wat is het? Domme. Dat is gegarandeerd. Hebben we de kanonnen geloond? Nope. We zitten tegen de fucking wind in. En zij hebben er maar mee. Gaan we hier kanonnen aanwezen of niet? Ja, ik ga kanonnen pakken. Ik ga planken nemen. Yo. Ik spring wel op de boot met een barrel of zo. Waar is die barrel? Helemaal bovenin? Ja. En niet op de boot, gooi je me gewoon onder, hè? Ik ben alle kanonnen aan het laden. Ja, dat helpt echt chase, zie ik. Wat ik kan doen, ze zitten vogels, ik kan het water in springen en gewoon bij ze opspringen. We hebben gunpowder bij ons. Onder hun die barrel laten ontploffen. We hebben twee barrels en de crow nest. Ja, ik ben nu. Kan gewoon achter springen en dan kom je wel bij hun. Als ze draaien weg, heb ik geen druk. Zo gaan ze wind proberen meepakken mee. Hebben jullie soms ook van die rubber band dat je in één keer teleporteert naar voren? Nee. Wij hebben een betere engel nu. Wat zal ik doen? Moet ik in het water springen en ze fucken of Ik denk dat het niet lukken. Waarom gaan ze recht achter ons? Oh, ze gaan maak ze ready. Ik moet een sniper pakken. Die gaan proberen te schieten zo denk ik. Op achter ons. Ik vet gingen, dat is niet de bedoeling. Heb je jezelf afgevuurd of zo? Nee, ik schoot de shotgun. Wij hebben vol de wind, ze gaan ons niet inhalen, maar. Nee. Moet hier dat de zeilen blijven goed staan, dat is in orde. Ik kan ze niet. Je kunt met een gunpowder barrel het water in, dat ze niet zien. En dan drop je onder water op die gunpowder barrel, en als ze er overheen gaan, dan laat je niet op los. Ja, maar ik weet niet hoe ze wat zijn vader heet, het links, rechts, ze zijn aan het zigzaggen. Dus als ik dat verkeerd doe, dan verneuk ik een gunpow barrel en dan lig ik in het water. Dan bakken ze dus helemaal niks van, want ze moeten er echt vooruit. Ja, oké. Je kan gewoon naar voren eruit springen, dus dat zie je niet zien. Nee, ik kan in het water liggen als zo. Pak een nieuwe afstand heb ik in de record, wat traag. Ja, want ze verneuken het. Ja. Ja, ik schiet gewoon met snipers. Ik ben gewoon veel betere zielen, hè. Maar, ja, wat kunnen we doen? Vaar maar alvast naar de stronghold. We kunnen het alvast wel gaan proberen. Ja, ik vaar nu gewoon met de wind. Goed hoor. Want ik wil zout erin. Ja, we hebben 5 skulls. Zal ik proberen met een gunpowder barrel het water in? Ja, als je miskelder terug met de mermaid, toch? Ja, maar zonder de gunpowder volgens mij. Maar ik ga mijn best doen. Ja, nou. Ze gaan nu... Er gaat... Link van ons een outpost komen.
Oké, ik spring hier aan de zijkant eraf en dan hopen. I don't know. Ja, ik weet niet, is dat handig? Want ze varen nu links van ons. Hebben we een varken op oh my god. Ja. Je moet je bananen geven, hè? Ik heb hem één banaan gegeven. Hier, ik geef hem nog alleen, is die blij. Wil je het proberen in te leveren bij de outpost? Skulls? Ja. Kunnen we doen. Gaan we nog richting de schedel? Ik bedoel, nee, ik moet twee op de boot proberen blijven en proberen rond het eiland te varen. Zodat waar is die andere outpost? Twee erin springen. Die outpost is hier links voor ons? Ja. Oké. Okay. Tot met je bels, hè. Niet meer in het ruim komen. Hebben wij nou een vark aan boord of wat hoor ik? Yep. Nee, is je moeder. Jezus, niks slaan. Pak hem. Wat gebeurt er als ik nu op je barrel sla, nee? Ja, fuck dit ook. Succes, jongen. Dan ben ik benieuwd. Of ben je nat, ben je in het water gesprongen op je barrel? Ja, gewoon een plons is of een rubberbanden hier, man. Ja, rubberband ook alle kanten op, hoor. Ik zie het ook niet. Als we dat eiland omheen willen, moeten we die voorste twee een beetje lower, hè? Hoor of omhoog, dan? Sorry, omhoog. Allebei half of zo. En Nick, denk je dat het gaat lukken? Moet je kijken achterom nu? Ja. Niet gezien? Ik zag niks van hem hier. Alleen gedaan. Hele boot loopt nu vol. Ja, is Weet je wat? Dan gaan we ze gaan fucken ook. Ik draai naar rechts naar ze toe. Ja, oké. Eén gekilled? Nee, doe je maar gewoon je ding. Gaan we naar de outpost. Ik doe dit alleen. Oké. Het is al voorbij. Zorgen kan dat. Oh, Thomas, het is voorbij. Ik heb ze allemaal gekilled. Denk je een boot? Yep. Boot is no more. Nou, dan misschien haven die skulls dan. Dan worden een beetje dichter aan meer dan de andere kant terug of zo. Ik kan gewoon die skulls niet liggen. Ik flip hem heel hard. Lekker Nick. Yo. Je ging gewoon onder in het water. Nope. Klopt gewoon bij ze op. Zagen ze je niet? Ze zagen me niet, nee. Die eerste ferry kwam, hey, die wou mij neerhalen, dus die gaf ik maar die shotgun in zijn bek. Toen was die gelijk dood. Assholes. We hebben nog een gunpowder barrel, toch? Ja. Mooi. Een mooi bewaren als er nog een schip komt. Ja. Zo heel loot aan boord? Nee, dit waren gewoon van die stakkers die alles proberen weg te halen. Maar hier ben ik weer. Hallo. Hallo, welkom terug. Thanks. Opeens kwam zo'n chick naar beneden met zijn plankje in de handen, want ze hoorden water lopen, denk ik. Maar jullie zagen die explosie niet? Nee, dat is best jammer. Oh, we hebben al wat verkocht. Oh, het bot komt ook meteen bij. Ja, ik was naar het eiland gezwommen. Ik weet alleen niet waar de boot nu is. Zullen jullie nog aan de cirkelen? We zijn aan de voorkant nu. We wachten. Kijk, als je hem, waar kan je hem best keren? Ja, zuidwest. Hier. Ja, nee, wel. Drop maar. Wat? Oh.
Hallo. Hey boys. Hallo. Hallo. Lekker aan het varen. Jazeker. Je kan meekijken. Ze is helemaal boven daar, hier toch. Een afstandje voor haar. Je kan meekijken als je wil, Wout. Ik hoor er weer ook meteen bij dit, ja? Ja. Dat was de laatste, Koen? Dat denk ik. Ik had eentje gepakt die op het dek lag, dus... Ja, ik ook. Okay. Nou, laten we naar die, Oh, die meid helemaal. Kijk, okay, komen we hier nog hier. Dingen kunnen mee begraaien hier in de buurt, of... Die ton hier. Oh, ja. Nog wat kanonballen, nog wat 8 kanonballen hier. Ja. Ik heb die ook nog 10 bij me. Oh, Reputation 20. Tjoh. Ik heb die cannonballs gepakt allemaal. Nice. Dan krijgen we 2 kakot op. Lekker. En nu naar de stronghold. Ja. Dit is die outpost weer met al die crates onder die merchant vendor. Dus daar ligt nog veel. Alleen ik heb al 135 cannonballs in de barrel. Ik heb 10 ballen, dus. Meer! Er komt ook een domino schipje naar mij toe gevaren. Hoho! Lekker, lekker! Vet. Vet. Ik heb nog steeds geen nieuw pistool. Oh, Wout, er is momenteel een stream bezig. Als je een Microsoft-account ligt, krijg je een speciale skin voor je gun. Dat mag nog niet. Zijn we nog genoeg balls? 161 op het moment. Tenzij we de 300 hebben en nog allemaal 10 in onze inventory, hebben we niet genoeg. Voor die stronghold? Gewoon overal. Nee. Meer! Altijd meer. Ik solo net even een galleon, Koen. Ik heb echt geen cannonballs nodig om hem te overwinnen in het leven. Solo jij die stronghold ook even met die gunpowder barrel? Ja, is goed. Mooi. Jezus, wat rubber band het spel nu. De bellen zijn hier vooraan staan allemaal leeg. Heel planken, dan kan de handen even op. Planken heb ik, we kunnen er maar 100 van hebben, toch? Ja, yeah, planken hebben we al bijna 100 van nu. Cannonballs. Ik hoor die lekkere walvisies. Nou, laten we die kant maar op gaan dan. Yep. Maar we hebben nog geen 300 cannonballs gehoord. Nee. Ja, maar er liggen hier niet 300. Ah. Eigenlijk nodig voor de stronghold, I believe. Het is nu al een tijdje bezig, hè? Misschien is er al wel een... Zou mooi zijn, skip. Nee. Iedereen aan boord? Hier weer een galleon in de achtergrond, in de verte. Dat zou waarschijnlijk dezelfde zijn. Race anchor? Dat is sowieso dezelfde. Maar nou gaan we het eiland trucje proberen, want nou zijn ze wel ver achter ons. Hey, je hebt 2 staartjes, en ik. Ja, cool, hè? De knotjes. Dus... Het is een sloepie. Hallo. Meteen voor onze sloep. We zijn tegen ons schip aan. Oh, je valt ons aan ook nog. Nou. You didn't good, mate. Ja, ik kan er niet raken. Dus zullen jullie op aanvallen? Ik heb 1 gekild. Oh nee, niet gekillt, maar... We
Beneden hebben we geen gaten, helemaal goed. Er zit er eentje onder ons. In het water bij mij. Ik heb eentje dood in het water. Nice. Blijf op het schip. Onderaan Nick. Ik heb de andere dood op het schip. En nu? Dan zijn ze allebei dood, toch? Ja, en nou zinkt het. Geen loot? Geen loot. Niet hier, misschien ergens anders verstopt. Ze hadden voice, kunnen we... Ah, die kunnen we niet cancelen. Even hun materials meenemen. Yo, ik heb hier wat cannonballs. Dank je, jongens. We konden nog wat cannonballs gebruiken. Yup. Hadden we veel? Gewoon wat ze minimaal krijgen als je begint. Oh, ja. Twee barrels en 20. Ik heb geankerd trouwens. Oké. Want we dreven best wel ver weg. Hebben jullie hulp nodig met cannonballs en zo? Nee, is goed. Nee, we weer dat, 20 dat die spawnt al voordat je er bent. Ze zinken al. Die Galleon komt naar ons toe, dus jullie moeten een beetje bord maken. Ook nog een Galleon. Waar? Even kijken welke richting dat is. Noord-noordwesten. Ja, achter een eilandje daar met die toren, die turret staat. Ze gaan de boot redden, dat is niet de bedoeling. Moment. Noord-noordwesten, oh ja. Dat is best ver. Hebben jullie dat varken ingeleverd? Lichte kermen hier. Zal ik, al, ik ga het één keer gewoon racen en niks nog op dat schip. Was ik niet uit. Ja, ik race maar. Ik zou in ieder geval weg kunnen als er iets zou. Dat was jullie einde, fuckboys. Bye. Bye. Ze hebben ook maar één kanon kunnen schieten en die schoot ze volledig mis terwijl we stil stonden. Kom maar aan, jullie hebben de anker? Nee, we hebben hem net gehezen. Oh, dan wacht ik wel op een mermaid. Sorry man. Jongen. Ja, Gally die gaat ook richting, gaat volgens mij richting die sloep of niet? Nou, misschien ging de outpost. Die sloep zinkt niet, maar het water stond net tot aan het midden, dus ik weet niet. Oh, Kabau is weer een fucking mooi dingetje aan het bespelen. Ja, soms. Waarom kijk je Kabau als je ons kan kijken? Ga je tussendoor, Koen? Ja. Oké. Okay. Als ik jullie kijk, dan vind ik nog meer sad dat ik er niet bij ben. Maar we gaan de Stronghold reden. Echt? Ja. De sloeppas is nog steeds niet gezonken en ik weet niet hoe. Shipwreck recht voor ons. Doe die? Waarom niet? Sure. Zie je hem? Oh, daar. Hier dat tonnen in het water hier ook recht van ons. Maar tonnen hoeven we denk ik eerst niet hoor. Oh. Ja varken, je krijgt een banaantje. Je vraagt van veel bananen dan varken. Dan wordt die steeds meer waard hè, hoe meer bananen je erin pompt. Is dat zo? Oh echt? Nee. Nee. Oh, dat is wel leuk. Ja. Dat is niet hoe big werk. Ja, dan wordt het toch vetter. Vetter is big. Nou. Op een of andere vage manier is de sloep niet gezonken van ze, terwijl die vol stond met water. Ze waren wel enthousiast in ieder geval. Ja. Ja, we gaan gewoon anchoren, we moeten oefenen met... Nee, laat hem naar beneden. We moeten oefenen met hoe we de anchor goed timen voor de stronghold. Ja, even aftellen dan, anders. Ja, ik weet niet. Komt al vrij dichtbij bij Case Call. Dat is heel groot. 5, 2, 3, 2, 1, nu. Oh, fuck, die mast steekt er ook nog op. Nee, perfect. Waarom? Ja, prima. Nou, als we dat daar ook even goed doen. Ja. Ik kijk in de captains. Ja, Seafarer Chest. Neem ik meteen. Die sloep komt onze kant op, denk ik. Ja, sowieso. Die wil ons killen.
Die hebben niks te verliezen. Maar ze gaan hun leven verliezen. Mijn skill. Ik heb ze net, ik beide 3 keer gekilled ofzo. Wat de fuck denk je dat ze gaan doen nu? Hoe doen we dit? Moeten we even draaien dat we op ze kunnen schieten of wachten gewoon tot zij in onze loskomen? Ik wil even kijken wat ze aan het doen zijn, waar de fuck zijn ze? Vanaf de achterkant. Hebben jullie de wreck al gecleared? Wie is allemaal in de wreck nu dan? Ik Recht achter ons komen ze eraan. Ik denk dat jullie de wreck al gecleared hebben voordat ze hier zijn. Ja, sowieso. Bel, waar ben je geweest? Helemaal beneden? Helemaal beneden. Dat was de enige wat er lag? Ja, is Skull alleen. Ja, ik was eigenlijk die tralies geweest, kans dat er aan de andere kant nog iets ligt. Maar ik was aan het verdrinken, dus ik kon niet schokken. Zien. Dus ik kan er even gauw pieken. Ik had hier wat cannonballs mee. Zien. Ja, een varkentje, we gaan zo, ja. Er is een Felinius Bounty Skill ofzo, dat is helemaal goud. Nou, is die veel waard. Yep. Die is het anchor to raise up. Dan moet je nog een banaantje dan, vetzak? Hier. Hoe noemen we hem? Henry? Is het Henry? Henry. Ja? Henry de Beer. Sure. Het sloepje komt dan ook aan. Nou, het sloepje zit er recht achter ons, maar... we hebben nog een gunpowder barrel. Liever niet op zo'n klein sloepje. Als wij naar de stronghold gaan, ze blijven ons volgen, gaan ze wel fucking annoying doen. Behalve als we dat weten voor elkaar te krijgen dat de skeletten ons helpen. Er is nog een galley bij hun, zie je dat? Ja, daar komt een galley en een sloep achter ons aan. Ja, dat is waar, als we onze tactic goed doen. Zeg, als wij dat als eerste zijn. Ten eerste dan kunnen we bijna niet zinken, omdat het zo fucking diep is. Maar we gaan wel wat hits nemen, dus ik denk dat het handig is als we 2 man hebben die aan het repair zijn. Thomas en Melvin ofzo. Ja, dan Nick die weet wanneer hij aan het anker moet trekken, dus die staat bij het anker te wachten. Zodra hij aan het anker heeft getrokken, moet hij naar die turrets gaan, kijken wat nog op ons schiet en die moet hij killen. Die sloep die drijft af. Nee, is nog verder. Wat met jullie wil stokken. Ja, maar die galley gaat een inhalen. Die galley afval van die skull ook toe. Hoop het, dan hebben we wat te doen, boys. We moeten eerst kijken welk kamp is dat. Dus vanaf waar moeten we aankomen. Ja, ik kan wel even kijken waar dat is. Het is... Groot Nest Fortress. Als we daar perfect tussenin kunnen staan, lukt dat? Wat dat waren onder die, daar? Onder deze. Nee. Hier die? Kom eens. Als we, kunnen we hier tussen parkeren? Dan raakt hij ons niet en dan hebben wij de koffer van die toren. Er zijn twee galleys. Maar dan kunnen wij onze kennis ook niet usen. Hé, hey, er zijn 2 galleys aan de sloep bij het eiland, bij de skull. Het wordt heel druk dan. Iedereen gehaald is dat we hier staan, Nick. Ik kom even, kijken. Zeg maar tussen die 2 torens in, want dan kunnen we ook nog helpen met de kanonnen om naar binnen te schieten. Want je kunt bijna niet naar beneden mikken, dus je moet wel een bepaalde afstand hebben. Tussen die 2 torens dus hier in. Tussen deze 2? Ja. Maar dan kunnen zij toch op ons schieten, die en die? Nee. Oké, nou prima. Maar dan moeten we, dan moeten we denk ik het driften of niet naar binnen. Sowieso, dat is het hele plan. Oké. Maar dan komen we ook precies mooi van deze kant. We dit niet gaan overleven. Maar we moeten het gewoon een keer geprobeerd hebben. Daarom, maar wat hebben we? Kunnen we shit verstoppen ofzo? Daar zijn 2 galleys al aan het vechten denk ik. Van het eiland. Ja, toch recht op elkaar aan. Er zit nog eentje achter ons ook. En die sloep die... We hadden het een klein beetje voor bekeken, heb ik indruk. Dat is nog maar niks met ons. Hebben jullie nieuwe zijde gekomen? Ja. Ja. Hier, ik laat het zien. Wie dan? Ik. Koen. Ah, ik kan het net niet zien. Cool dude. Guns en skills. 70k was dat? Ja. Yeah. Yep. Money well spent, mate. Maar dan zijn die torens nu toch gekleerd. Dan wanneer respawnen ze, was het idee? Ik weet niet wanneer ze respawnen, maar als ze überhaupt niet gekilled zijn, dan zijn ze er sowieso.
Wacht, is dit hem wel? Nee, die skill zit daar al niet boven wel. Ik ben er weer. Zal ik hem ook pakken? Nee, misschien nog een beetje naar achter. Zit hij hierboven of is hij nog verder weg? Hij is nog verder weg, volgens mij. Waar hij... Dacht ik ook. Devil's Bridge? Is dat de skull? Nee, toch? Hij moet toch een fortress zijn, of niet? Een fortress is vlak voor ons. De muziek begint dan hier. Dan komt hij aan het einde van de map al, dus dat kan bijna niet verder zijn dan. Dan moet het hier toch zijn, of niet? Ja, het is de muziek, het is deze. Het is deze. Fuck, maar de Kellys zijn er. De Kellys zijn erachter, ze waren met elkaar aan het vechten. Ja. Oké, okay, maar ze zijn vertrokken. Ja, waarschijnlijk wel. Is klaar. Get ready, boys. Ja. Jij weet wat we moeten doen, niet? Of? Ja, zorgen jullie maar. Ik ga weer voor de repairs gaan. Ready for drift, Koen? Ja. Ja, repairs zijn gehit. Go. I know. Nu, drift. Dit is best wel oké, denk ik hoor. We worden nog een beetje achteruit gepusht. Oké, kill die skeletten. Er staat eentje boven op de gate. Ja, die ga ik killen. Ik ga scheppen. Kijk dan. Ja, de Kenneth moet je zeker laten schieten op degene die afkomen op ons. Dude, dit is awesome. Dit was super easy. Ja, een kist hier helemaal beneden staan. En als je ze hiervoor kijkt. Het schip is weer droog. Die komt op ons af. Nou, die sloep. Voor ons is op hier. Iedereen moet even een paar cannonballs op zich hebben. Ja. Zal ik in de toren gaan zitten? Is dat een idee? Ja. Nee, want de toren zit dan vol met skeletten, dat is het hele idee. En zij hebben fucking één bot. Ik ben dood, want ze zitten hier. Komt een galley in de sloep. Jezus, wat staan er veel, Nick. Ja, nou ging ik dood. Ik kan niet zo laat. De andere kant vind ik gewoon. Wat? Er komt een galley in een sloep af. De sloep zit net achter die rots hier, voor onze neus. Wat brengt je hier? Oh, zien jullie dat? Door, zie je de sloep? Oh ja, ik zie hem. Dat is te ver. Dat is het plan, gewoon twee op het schip blijven. In all times. Ja, dat sowieso. Ja. Waarom schieten die torens nou niet op hun aan? There we go. Ik heb de skelet hiervoor dood, Nick. Bij jou. Ja, die galleon komt. Ja, die was dood. Ik moet kijken waar die galleon is. Oh, die... Er waren een paar mooie hits van die kerel. Dude, dat ding protect ons ook. Ja, dat bedoel ik. Dat zijn nou onze personal defense turrets. Dat is het hele plan. Ja, maar ik bedoel die toren. Ja, dat... Die vangt ook kogels op. Dat is super. Oh, ja. Nou, ja, dat gebeurde dus gisteren bij ons. We werden volgerekt, jongen, door die skeletten. Dikke aimbot. Maar wij, onze goal is een beetje de skeletten beschermen. Oeh, dat is lekker. Maakt nog bijna hit ook. Yep. Waar vechten jullie mee nu? Met die galleon achter ons. Galleon. Okay, heel veel hits inderdaad, holy shit. Oeh, die skelet schoten vol op zijn straf. What the fuck? Maar die sloep is aan de andere kant van het eiland, hè? Moet even oppassen dat ze niet het eiland omgaan, hè? Ja, daar zorg ik ervoor. Ik heb 1 AP. De galleon is geankerd. Ik heb de wave gecleared, maar... Zij worden nog steeds beschoten door de skeletten. Wij bewegen ineens. Ja, we worden een beetje gevreesd. Moeten we de sails omhoog doen? Nee, dat maakt niet uit als we geankerd zijn. De sloep komt achter ons nu. Ja. Die kanon hebben schermen zo hard. Ja, ze zijn weer volgehit. Ja, ze gaan er zo meteen wel hitten. Nou, ik ga daar wat aan doen. Ik heb ze hit met mijn schotjes. Allemaal hier aan de linkerkant nu. Gat hier? Ja, ik fix wel. Ik heb ze eentje eraf geschoten, bijna. Oh, best wel iets op de gat. Ik heb zo many skills en chests, zegt hij. Hij denkt dat we al klaar zijn, joh.
Gaat die in game? They have so many skills in chest. Oh. Maar we hebben wel niks. Oh, de Galleon zinkt ja. Echt? Ja! Dude, dit is fucking cheat tactic. Heel goed opletten dat zij niet naar ons toe komen, zullen we nu. Ja. Nee, dan gaat dit, dat ding gaat ook zinken zo. Die is snoep. Ik ga weer wat skeletten bevechten dan. Jullie redden het wel. Ja, er is ook een galley aan de andere kant van het eiland weer. Iets best wel verder achter. En die gaat ook weer deze kant op. Is weer de full hit. Hij stole een piggy cage. Hey, wat een varken. Heeft hij ons varken genakt? Ja. Hoe kwam die hier op de boot aan? Oh, gelukkig heeft hij dat gedaan in plaats van ons verneukt. Maar die skelet stond er gewoon naast. Een varken, godverdomme. Maar dan is hij via hier binnengekomen of niet? De zijkant of zo? Ja, waarschijnlijk. Maar... I'm gonna fuck them up. Dat is die kleine, dat kleine bootje, toch? Ja. Ik leg die skill weg daar, hoor. Ik leg de skill beneden. Ja, nou, verstappen maar. Waar zijn alle skeletten dan? Oh. Op het einde. Hey! Jongens! Two boats down. Jongens, kijk! Wat? Waar ben je? Kijk wat ik heb! Je hebt de piek terug! Ik heb hem! De vark... heb je die van de boot gepiekt of waar lag die? Nee, die heeft hij gewoon ergens achtergelaten, die asshole! Het is oké, Henry. Henry hier. Waar zijn zij dan? Ik zie ze niet meer. Zelf mensen op de boot blijven, hè? Altijd. Nou, boven. Kijk, Henry is weer blij. Ik ga even... Ik zie de een galleon staat heel ver zuid aan de andere kant van het eiland. Ja, oh, je zwemt een duurt op mij af. Wat zei je? Aan de andere kant van het water heb ik een gevecht met iemand. Andere kant van het eiland. Oh, je bent niet meer op het eiland, oké. Okay. Ik ben op het eiland, hier achter, aan de achterkant. Zie je niet. Mooi. Waar komt die vandaan? Ik weet niet waar hun sloep is. Oh, die is iemand aan het eten daaronder. Ik denk dat zij gezonken zijn. En die sloep is weg. We zijn allemaal van die golden boys. Komt in de verte nog een nieuwe sloep deze richting uit. Of dat die sloep al wegvaart, weet ik niet. Kunnen we gaan clearen of wat gaan we doen? Ik ben bezig met clearen. Zo, twist. Maar zou je nog een mannetje bij de boot hoor? Komt achter jou, achter jou. Komt die hier nu achter jou? Het achter de hout, nee, nu. Rechts nu, in het midden van het eiland van mij. Oh ja, ik zie hem. Hij loopt nu naar die grote toren in het hout. Naast die, boven ja, op die gate ligt een gunpowder barrel. Als die pakt, dan zijn we fucked. Dat ja, ligt er... ik blaas hem wel op. Ja. Hij is hier aan het vechten. Ik heb mijn volle hit gegeven. Is hier, hij loopt naar onze boot toe bijna. Is hij boven, op dat ding? Waar? Achter jou, Koen nu. Oh ja, ik zie hem. Ik heb geen kogels, waar de fuck is hij die helemaal kist? Een niveautje hoger. Ik heb hem maar. Achter die skeletten, ja. Hier is een skelet hier, man. Ja, maar deze is los. Op jou bijna. Hoe ben je niet dood? Ik heb ook een sloep aan je, zo. Ik snap nooit hoe vaak ik zo. Ik heb... Ik heb wat een gunpowder barrel zie je, joh. Ja, dat ligt hier. Er komen twee galleys in een sloep aan. Ik ben de skelet aan het clearen, hoor. Ik neem wat gunpowder mee. Zodat zij dat niet helemaal niet kunnen usen. Daar ligt hij zo veel. Ja, we moeten het eigenlijk opblazen, maar ja. Kun je die galleon proberen te gebruiken als er aan komt? Ja, precies. Ah, die galleon gaan nu beschoten worden door onze skeletjes. Ik drop hem gewoon in het midden. Ik kan er een in het water. Helemaal bovenop ligt er nog één. Die neemt ook al mee in het midden. Niet zo weinig frames, joh. Ik heb ook zo weinig frames. Echt alleen ook, ja. Ja. Ja, ik loop maar met 40 frames rond hier. Man. En die galley gaat naar het eiland naast ons. En de sloep komt er ook weer aan zo. Jammer, de galley is nog aan de overkant. Denk ik. Okay.
2 gunpowder barrels in het midden van het water van het eiland. Blaas het gewoon. Die ene jelly komt recht op ons af van de andere kant van het eiland. Ik heb ze opgeblazen. Weg daarmee. Die shit moeten ze niet krijgen. Oké, daar komt de galley aan. Ik ga weer het schip op. Ja, ik ben ook op het schip. Waar is die galley? Komt aan de andere kant van de, waar jullie hier staan. Hij is achter het eiland, toch? Dat hele grote eiland. Okay. Oh, hier is nog een barrel. Weet je wat? Ik zeg spring gewoon niet water achter door naar die galley. Ik zie die sloep ook alweer deze kant op komen. Ja, die blijven hier. Houdt van jullie die rocket? Nee, dat is een skelet, hè. Oh, dan moet ik even weglopen, want die skelet heeft mij geërgerd. Ik zie die galley niet meer, die is achter dat eiland. Ik ga hem opblazen. Promise, pinky promise. Hij is heel dichtbij die galley nu. Hij passeert je zo. Oh, daar. Wat, die gaat crashen, hè? Tenzij die nu. Ik heb een ontploffing gezien, maar dat was niet op de boot. Was onder de boot, dat was perfect. We hebben gaten. Crashen ook nog. Maar let op. We zijn er wel afgesprongen, denk ik. Ja, precies. Dus let op. Ja, komt hier eentje van de voorkant aan? Nee, ze zijn aan het repairen. Hij zit bij die gun. Yo. I'm friendly. Ik wil praten. Of zegt hij? Hij zegt ik ben friendly. Ik hoor die kerel niet. Hij zegt friendly. Are you friendly? Dat is een galley, is dat je? Fucking kutskelet. Wat heb je hier te zoeken als je friendly bent? Ik kom wel aan de boot, dat vertrouw ik niet. Zal ik die gunpowder barrel pakken en naar hun schip gaan? Ik ben dood. Ik heb de boot zinkt volgens mij niet meer. Ze hebben net alle gaten geripaired. Wat van die galley? Ja, ik sta hier met 2. Ik heb ze beide net gekilled. Oh, zit eentje in ons schip? Nou, kom. Ja, fucking let daarop. Hij werd eraf geschoten. Let daarop. Ik dacht dat we friendly gingen zijn. Ja, heeft mij gekilled. Nee, we gaan niet friendly zijn. Natuurlijk gaan we niet friendly zijn. Dat is fucking stupid. Je gaat niet friendly zijn terwijl we bij een fucking outpost zitten. Hij zit nog steeds op de boot. Ja, hartstikke mooi. Ik ben dood. Ik ben er weer afgevallen. Kom, is er een sloop? Ik heb hem dood. Ik heb hem dood. Mooi. Was die Leonard 0011? Nee, ik heb hem geëndroept. Ah, die Leonard is er nu ook, ja. We worden beschoten. Ja, die sloep zit precies weer achter ons. Ik ga wel repairen. Ik deal wel met die fucking sloep. Wat een hel, jongen. Dat... Ga lekker iets anders doen. Ik ben ook aan repairen. Nou, we hebben sowieso 3 man op het schip, AUB. En gewoon Nick even op het eiland. Yo. Die andere boot, wat nu denk je? Ja. Ik wil die gunpowder barrel pakken, ik van Crow's Nest en die galley pompen of niet? Waar zit die gunpowder barrel dan? Crow's Nest. Ze hebben nu ruzie met die andere galleon, volgens mij. Ja, ik ga die... Oh, die fucking gunpowder barrel zijn ik ga het opblazen, burp. Zijn respawn of wat? Ik suicide mezelf met die hele fucking groep. Sloop komt er weer aan, vanaf de voorkant. Het is echt van horrible hier. Hey Thomas, Sloopy. Ja. Kijk of er niemand omhoog klimt. Oh ja, Sloop. Kom maar op. Hit. Ik ben dood. Als het goed is zinken ze nu, maar dat weet ik niet zeker. Ze staan zo langs het eiland. Dat chillt niet. Ja, we hebben gehad, ik repair. Ik ga verscheppen. Ik zie hen niet meer op die boot. Ze zijn er wel allemaal nog. Eén springt naar die sloep toe. Van die andere, van die galley.
fucking irritant. Al die skeletten hier, die hebben, daar hebben wij aggro van. Die gaan niet op hun schieten, nee. Ja, ik weet ook niet hoe dat moet. Volgens mij, daar komt die kleine sloep weer. Ja. Wat gaat die repair weer? Die moeten ze wel hebben, joh, jezus. Nee, die moet die andere ook niet hebben. Die moet ons gewoon hier hebben. Dan moeten we toch maar die torens gaan clearen, aangezien ze toch niks doen. En wij kunnen die kanonnen wel gebruiken. Ja, ik ga deze toren aan. Kijk, dan kan ik op die galley schieten namelijk. Clear deze hier wel. Dat mag gaat wel, drie per hier aan. Ja, die skeletten doen helemaal niks. Jeet, wat is er veel. Galley gaat er vandoor. Bolt passeert weer, die vloek. Galley gaat er vandoor. Ik ga hem echt allemaal neerzetten. Ik zit in de toren. Jullie hebben niet door. De kleine sloep heeft niet op jullie geschoten. Er komt eentje naar ons toe gezwommen vanaf de sloep. Dat is niks. Oh, ben jij dat? Oké. Dat ben ik. Lekker niks. Ik weet niet wat je aan maar nee. Probeer die kan wel altijd geladen achter te laten als je kan trouwens. Maar wat zit er met die andere Galen? Is die weg? Die vaart voor ons. Die vaart naar de andere kant toe. Sloep komt terug, die draait weer. Ik deel er wel weer mee. Stoere boys zijn er. Zal ik even wat skeletten gaan killen ofzo? Op het eiland? Ja, maar we moeten echt al onze boot in de gaten houden. Ja. Maar ik schiet ook niet op. Welke volle hit op de captain? Van de sloep. Schiet door, hij is in zijn eentje. Ik heb één dood. Zwicht nu. We kunnen niet meer raken. Ik moet even gaan repairen denk ik, want ik hoor water stromen. Ja, het gaat best wel hard. Ik schep al. Hebben jullie helm nodig? Nee, lukt als het goed is wel. Is die andere galley hier nog in de buurt? Jeez, wat een rubber banding, hey. Fuck man. Ik kan zien wanneer hij terug gaat naar zijn schip. Die ene vent is nu nog alleen. Hij mag nu terug. Kelly die ligt stil, best ver weg. Hoe zit het hier beneden? Moeten we nog hulp met... Het is ook goed zo, denk ik. Het is goed. Waar is die sloep nu? Nou, die ligt daar. Leeft die sloep nog? Ja. Ja. Jammer. Ik snap niet waarom die shit niet zinkt als je er fucking 50 kanonballen in pompt. En dat, en niemand was aan het repairen, want ik was aan het fucken. Hier staat een gebukte skelet, die kan niet killen. Achter ons kanon. Ja, laat hem zitten. Laat hem zitten. Nee. Ik ben ook al een beetje hard gedraaid hier. Dat betekent dat hij gewoon de deur vast even op de vent staat. Oké, nou ik kan hem sowieso niet. Ik kan hem niet killen hoor, ik heb hem 10 keer gehit. Ah ja, klopt. We liggen nu wel vlieg met ons achterste denk ik nu, nee? Ja. Helemaal gedraaid. Ik weet niet of we een beetje kunnen draaien. Hij is alle zeilen maar en dan race de anker en dan probeer ik hem wel een beetje bij te draaien. Er komt een galley in deze kant op? Of is dat een sloep? Is dat een sloep? De sloep achter het eiland. Dat is diezelfde. Wat schieten weer. Zij dan? Nee, die skeletten zijn dan schiet op hen volgens mij. Nee. Ik zag die boot daar. Sloep komt weer inderdaad. Ja, ik deal wel weer. Fucking hell. Ik moet ze beide even een keer dood hebben, maar dat ging net niet goed. Ik kan wel met je mee. Ze moeten gewoon allebei dood inderdaad, klaar. Nou, we komen ook meteen al los. Daar komen kanonballen weer. Dan moet je moet er gewoon een van hun hit beter zich hitten. Oh, dat is een lekkere hit. Ze zijn nu zo fucked. Yep, ze hebben 10 keer gehit. Nu draaien ze ons in, dat is perfect. Ik hit hun ook nog. Ja, je hebt eentje eraf geschoten volgens mij, Koen. Ja.
Ik heb eentje ligt drie in keer het water. Kan zo dat eentje in het water ligt nu, hè? What the fuck, dikke lag. Ja, hij zit aan de voorkant van onze boot in het water. Hij klimt de turret hierin. Ik heb hem gehit. Hij is aan de voet van de turret. Hit. Oké, ik lag hem naar beneden. Ook gelukkig zo naar de dekker van onze boot. Hit, hij is dood. Oké, nice. Ja, die staat gewoon op de stil te wachten, verderop. Ja, die wachten wij al aan het werk doen. Oh nee, ik ga ze zo al afmaken. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Staan ze dat ver? Dat moet je doen zodra wij moeten looten eigenlijk. Dan hebben we er wat aan als ze down zijn, want ze komen zo weer terug. Oh, hier is nog een dude bij mij in het water. Ik heb geen ammo meer. Ja, kom maar aan. Ik charge hem wel. We hebben elkaar. Ik weet niet hoe we elkaar hebben, ik schoot eerst maar. Ja, lekker one-shotje uit je in ieder geval. Ik heb de volgende wave weer. Is er nog iemand op die sloep nu of niet? De sloep is zo ver weggevaren denk ik, of niet? Nee, is achter ons toen die sloep. Is die zo daar alweer? Ja, er is een galleon ook in die richting, en aan de andere kant is het ook nog een galleon. Ja, die komt ook dichterbij inderdaad. Oh, en daarachter het eiland ligt nog een galleon. Yep. What the fuck, nee, drie galleons. Okay. Maar iedereen van de server is hier. Dat is wel fijn. Ik ben ze met fuckhard en taunt op het schip. Op de ferry, op de damned. Come on bitch, I can take you bitch. Fucking loser. Er ligt hier een mermaid in het water. Ja, ik zie het. Waar gaan die skeletten op af? Ja, op mij. Die mogen mij niet. Ik ben naar voren komen, dan kunnen we ze even lekker knallen. Hè? Oh, wat ziet erop net? Al die skeletten hier beneden, joh. Optimistisch gaat dat lukken. Waarom zinken zij niet gewoon? Wat een onzin. Zal ik gewoon met een bananenkratje rondjes rennen? Misschien denken die luider dat we klaar zijn ofzo. Jali. Dus je kunt gewoon iets geel kijken. Hè? What the fuck is dat voor snipe? Volgende wave, wat is het voor de muziek? Het is de volgende wave al, ja, maar dit zijn de onzichtbare skeletten. Nou, zijn nu niet onzichtbaar. Er zwemt weer een dude in het water. Waar ik nu heen ren. Rechterkant van het eiland, zwemt een dude. Oh, dat is Nick. Sorry. Waar kom jij weg? Ja, ik had mezelf op dat kleine, maar ze maakt opeens een kutbocht. Nee, zitten we nou met z'n drie op het eiland? Is dat slim? Ik ben weer terug. Ja, okay. Ik ga ook weer terug zo. Dus volgende wave. Die ene sloep in die galley schieten nu op elkaar. Yep. Oh, daar. Die sloep ligt daar een beetje stil en die galley die knalt kapot. Misschien heeft hij ons eindelijk gerespecteerd en snapt hij dat hij niet van ons kan winnen. Of zit gewoon niemand meer op die sloep, dat kan ook. Maar dat ja, die sloep zit gewoon. Twee. Maar mooi dat die sloep ons dan een beetje helpt. Oh, volgende week. Kijk ze maar voor die gate naast ons. Die gate voor ons. Dan blaas ik ze helemaal vol. Welke gate, sorry? Hier. Waar ons schip voor ligt. Ah, oké. Okay. Deze gate bedoel je? Ja, die onder jou. Maar deze is niet... Ja, oké. Okay, ja. Die kunnen ze doorheen. Ik heb er al een paar gebeeld. Ik zag het. Sorry, my bad. Kom goed. Leeft die sloep nu nog al? Come on, boys! Nee, hij zinkt toch? Die kogels gekregen van die galleon. Ja, dit is echt een
retarded, ja. Oh. Zie je niet, denk jij wel? Ze komen uit de toren naar beneden, allemaal witte. Nou, dit zijn geen witte, hè? Oh. Moet ook niet te veel kennis wasten, hè? Ja, die draait onze kant op om te vuren, denk ik. Sorry, Nick. Maakt niet uit, dit krijgt toch geen damage. Maar dit ze moeten wel bij blijven aggroen, dus vandaar dat ik hier blijf staan. Dit is wel vet efficiënt, man. Nu hit ik, kan ik tenminste alles hitten. Ja, mooi. Dat was allemaal weer bijna. Nice. Jezus, wat lagt het. Ja. 300 ping spuikt er even naar. Ah, het sloepje staat lekker met die galley, ja. Die skeletten schieten niet op hem, waarom niet? Ik weet het niet. Misschien blokken wij ofzo, ik weet het ook niet. Wacht maar even met schieten tot er een grotere groep is. Ja. Schiet jij mij of wat? Ja, we kunnen ook wel samen schieten. Nee, nee, dat is nee. Een waste. Dat was de nog een... Oh, hallo. Heel veel om en om schieten, hè. Oké, dat is prima. Dat was hem weer. Jezus, het gaat al lekker aan rap zo. We zijn al in gevecht. Dus. De sloep zinkt! Yay! Eindelijk. Dat die andere wel focussen op ons, denk ik. Galley ook, toch? Of niet? Die gaat ook... Ja, de galley zinkt. Nee, toch? Nee. Nee, anders schoot hij niet. Klaar. Ho, 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 ho. Schiet jij maar weer, Con. Ik had nog 4 balletjes op me, dus ik heb gewaard. Wat onze techniek moet gaan zijn, is gewoon wanneer we in gevecht gaan met Galleon, één van ons moet sowieso op die Galleon zien te komen, om ze te gewoon te kukken. Ja. Gaan we nou een pistol change? Ik pak even wat ammo. Want ik heb de one shot wel door met die shotgun nu. Wat doe je dan met die shotgun? Je moet hem gewoon echt tegen zo'n fucking hoofd aanzetten en dan klikken. Dus je rent gewoon op iemand af met dat ding. Zorg dat je zijn crosshair op hem hebt en dan blaas je hem in één keer weg. Oké. Okay. Moet je wel een beetje naar de hef schieten of een lamp op hem afrennen of wat doe je dan meestal? Nee, meestal loop ik gewoon slow, want als je rent dan heb je wapen niet. Dus dan spring je gewoon stil en dan schiet je. Ik zie nog een galley, noorden. Die crashte bijna tegen die rots aan, die moest vol ankeren. Ja, die is er al heel lang. Ze lurken de hele tijd. Ze komen niet echt in groepjes meer. Nee, gewoon wachten. Ze komen wel. Ik kan deze twee... Hier, schiet maar. Hoezo heb jij het overleefd? Kom hier. Oké. Okay. Er is iemand die derde keer het andere scheep in de gaten houdt, toch? Ja, okay. Ik kijk de hele tijd om me heen. Oké, okay, mooi. De Galilee staat nog steeds. Ja. Nou, die sloep komt zo ook weer terug. Waarschijnlijk. Hier, skeletten. Zo, assistje. Deze solo ik wel. Ik denk helemaal aan het wasten. Ik hoor nog meer, maar... Boven is eentje, ja. Mijn Atari heeft nog meer frames dan dit. Je Atari? En ik heb niet eens een Atari meer, nou. Damn. Was dat hem? Oh nee, er loopt daar maar. Oké, yo. Oh, er komt één. Er is één. Eén wat? Wat? Een speler. Op het eiland? Ja, een scouter. Oh, die is er helemaal naartoe gesprongen ofzo. Ja. Moet iemand komen helpen of wat? Nee. Ik ga kijken waar die is. Zou ik anders gewoon op het eiland gaan staan aan de zijkant ofzo? Wachten van tot de mensen van het schip komen? Nee, je kunt beter hier blijven. Mocht iemand aan boord komen, moet hij zo snel mogelijk neer. Kelly North is ook on the move.
maar waar is hij? Ik ben hem kwijt. Dat vind ik ook niet chill. Oké, okay, zijn er weer skeletten gespawnd op de cannons hier? Ik kom weer met een hele groep. Ja, ik zie het. Dus dat is chill. Come on, boys. Waar zijn Mel en Thomas dan? Die zie ik niet. Oh, daar is hier een beetje in de mast. Ja, ik kan mijn wapen niet veranderen. Pas op dat er niet iemand bij jullie opklimt. Ja. Ik zag dus net... Er is ergens een random hier in de buurt. In de lui, ga gewoon weg. Ga iets doen of ga weg? De dingen komen eraan, de skeletten, maar dat zijn die zwakst tegen water, dus die lopen nu in fucking water, dus die Schoot iemand voor jullie? Nee. Nee. Nee? Nee. Nee. Hij heeft daar echo waarschijnlijk. Dat is juist chill als dan en op eiland is. Of ze schieten gewoon heel slow op mij, maar dat lijkt me sterk. Oh. Oh, ik zit vast. Ik teleport me terug naar de boot. Ja, ik wil een irritant skelet wat je me net probeerde te snipen. Een van die spelers was. Die achter ons zat. Ja, hier rechts van de boot. Vlak voor ons. Oh ja, ja, ja. Er zit Tina Turner weer. Ik heb hem geraakt. Hoppa, one shot. Ja, 360 nose go. Ah, dat is die loser die me zat te taunten. Letjes zijn er. Oh, misschien was hij wel van de sloep. Hij was van de sloep, ja. Woo! Nog een groep, komt ie. Wauw. Kom maar. Nee. Nou, die andere twee guys lopen gewoon te wachten. Ja. Natuurlijk. Schiet! Uitstekend werk, Koen. Ja. Ik denk ja, als dus we weten terug. We met de captain, dat we misschien de boot al een beetje onoverbaar moeten maken. Dat we... kijk waar het is, we zijn outpost is daar toch, voor ons? Oh, ja, waar al die lampjes zijn daar. Ik zie het sloepje ook noord. Die is weer bij een andere galleon. Laat hem maar die andere galleon fucken. Oh, oké, okay, komt het? Ik moet met mijn lamp spelen. Noordoost is ook een sloepje. Oh, dit is chill, Nick, zo kan ik tenminste wat zien. Oh, mijn lamp heeft een grotere range. Hoppakee. Ja. Een sikke lamp. Misschien lekker op zo. Ik had de tweede gekocht. Ik weet de tweede variant. Maar volgens mij is deze... We bijna klaar zijn, by the way. Maar we hebben de twee keer de lichtgevende dingen gehad. We zijn ook fucking efficiënt met kogels nu, trouwens. Ja, hoeveel gebruiken we er per week? 3, 4? Zoiets. Niets meer. Mag niet schieten. Auw. Die stond heel vervelend. Hoi. I see you. Zijn die galleon daar nog steeds stil? Ik heb zo'n zin om mezelf daarop af te vuren. Die andere galleon die vaart nu. En er staat nog een sloepje voor. En er komt ook nog een andere sloep vanaf Noordoost. Die staat helemaal stil daar. Twee sloepjes, twee galleys. Wat is die galley west? Komt Skelly op jou af, Nick? Oh, sorry. Die kan niet. Galley staat nog stil. Even kijken. Die galley van Noord beweegt nu, ja. Die komt ook wel een beetje dichterbij. Ja, ik denk dat het een van de laatste waves is, to be honest. De hele server zit op onze hazen. Achter ons zit er ook nog een galley, links van onze galley en een sloep voor ons een galley. Wat we kunnen doen inderdaad is de loot gewoon allemaal in de toren doen. En dan komen hun allemaal deze kant op te vechten en dan blijven wij gewoon, terug weg tot de loot in de toren zit ofzo. Nee, wat we gaan doen is vechten tot het bittere einde met de loot op zak. Dat is wat we gaan doen. En je weet dat ze allemaal het eiland opkomen als die skull weg is. Dus we moeten het beste pakken meteen. Ja, fantastisch. Nou, we gaan echt niet vechten. We gaan proberen die loot te... Ja, wat dacht je van ons dan? Denk je dat ik ze zomaar op het eiland neem? Ja, het beste is ook weer aan de sloep. Ik dacht ook nog niet toren, maar kan ze dat niet eten. Hè? Nog eentje.
Ik kom even bananen halen op de boot. Yo. Ah, die galley gaat achter die sloep aan. Nice, daar zijn we van één galley af. Ja, die is pissed denk ik, op die kleine klootzakken. Dat is weer een andere galley. Helemaal boven, kun? Ja, zo, dus zijn die... Oh, ja. Oh, niet dood. Thomas killed ze. Oh, sorry. Ik schoot per ongeluk. Is Wouter er ook nog? Is gemute. Oh. Vet exciting gameplay hier. Ja. Dit wordt zo meteen wel spannend, maar we gaan zien. Maar dat skelet verdwijnt wanneer de boss dood is? Ja. Kan die boss niet killen, liggen hier. De boss is er. Ja. Oké. Okay. Kan hem ook gewoon niet killen en in ieder geval 3 uur blijven. Wat we ook kunnen doen. Het wordt een beetje manoeuvreren al of niet. Ja. Hem killen en de sleutel meenemen. Dat is ook slim, ja. Oh ja, we moeten wel maken dat de boot cool ligt, dat we makkelijk weg kunnen. Laten we, ja, draai zo meteen alle shit, man. Dat gaan we doen. Ja, dan moet ook nu alvast alle shit draaien. Ja, mark dit eiland. Ah, oh, deze muziek, ja, dat heb ik ook wel verdiend. Come on, boys! Get your loot, baby, baby! Let's go, okay, ik heb de boss gehackerd. Komen ze! Ah, dan wil ik ook nog een balletje schieten. Ik heb maar 1 balletje. Dat is mooi. De boot ligt wel echt niet goed, hè? Om weg te komen. Daar is ze. The Wanderers. Daar was ze. Anker. Heb je een sleutel, Nick? Joop. Die hou ik gewoon bij me ofzo? Wat zal ik doen? Ik zou hem voor zeker bijhouden, ja. Je kunt hem temporarily even ergens droppen ofzo, maar... Die galley zit ook bewegingen nu. Ik kan hem helemaal bovenaan liggen anders in die mast. Daar kijk je niet terug. Galley komt eraan. We komen niet los. Ja, had ik wel gevreesd, hè. We komen niet los? Nee, we bewegen niet. Ja, maar eerst de boot moeten losbrengen. Ja, de sails naar beneden. Moet de sails naar beneden helemaal. Hopen dat we de wind... De achterste sail is omhoog. Die moet omhoog. Help, hier, go, omhoog. Dat heb ik net. Oh, echt? Ja, we moeten eruit manoeuvreren. Kom op, probeer. Anker is ook omhoog? Ja, alles. Oh, dan sommige zeilen naar beneden, andere dan boven. Vuile, vuile opportuniste. Wat moet ik met de sleutel doen? Voor de anders jij met de sleutel ergens, ik weet niet waar, naartoe zwemt, want ze je niet vinden. Wacht, maar er komen bewegingen nu. Oké, ik ben van het... Ik verstop dit ding. Ik pak die niet op het eiland, hè? Gewoon... Niet hier op het eiland? Nee, ik zou zeggen, zwem er gewoon weer ergens mee weg. Oh, ik ga repairen. Is iemand op zijn boot hier, achter ons? Ja, kom aan. Zat er, ik weet niet waar, of nog beneden? Ik schiet hem van de boot af. Ja, hoe gaan we repairen? Je moet niet op je schieten. Ja, je moet ook terugschieten, hè? Ja, oké, okay, ik ga repairen. Het maakt op zich niet uit, als Nick maar weg is. Nee, ik ben niet weg. Ik ga ze killen. Ik heb 2 van de boot afgeschoten. Ik ben aan het zinken. Ja, we hebben heel veel water. Ik ben dood. Ik weet niet hoe, ik werd gewoon shot. Misschien is er een shotgun. Ik ben ook gewoon. Ik ben ook dood. Maar... Aan boord. Ja, dan is het game over. Hè. Nee, niet voor het eiland, want ik heb die sleutel goed verstopt. Dat hoop ik. Ja, ik ben hier ook aan het doodgaan onder water. Zegt hij ook wat dingen tegen je? Hij zegt, hey bitches, you think you could get away with my booty? Ik heb hem gekillt. I told you, you little help meer. Nou, ik dacht dat het was handiger als Nick ergens verstopt was. Ja, gewoon wegzwemmen in het water met die dingen. Dat onze boot down ging, dat jij zeg maar met een mermaid naar onze nieuwe boot kon spawnen. Ja, maar het probleem is, er zitten zoveel haaien met zoveel schepen. Ja, okay. Want dan overleef ik niet, zijn we de sleutel sowieso kwijt. Maar het is op zich goed dat onze boot gaat zinken inderdaad, dat we een nieuwe boot kunnen... Oh, we zijn onze hier boot nog. Is zonken, toch? We zijn hier nog. We gaan niet zinken, want we zitten vast. Nou, ik ga wel scheppen en repairen dan. Ik heb die gouden skull nog gepakt en ik ga je ook ergens verstoppen gewoon. Ik ben weer ge-one-shot, ik weet niet hoe.
mij zit er eentje deel met een blunderbus aan boord, jongens. Ja, ik word ook weer gewonshot hier. Eentje gekild in ieder geval. Moeten we onze boot scuttelen? Zijn twee aan boord, zijn twee aan boord. Twee aan boord, middelste dek. Moeten we onze boot scuttelen? Of wat? Ik weet niet, is dat handig? Kan iemand op de boot van ze hier schieten? Wij zijn dood. Ze hebben een chest gepakt. Maar een boot zinkt nu. Ik heb er al twee dood, maar... Onze boot zinkt nu. Yo. Moet ik naar jou toe komen, Nick? Als je, ja... Eentje in het water nu. Kom eentje in het water naar de boot toe gezonden. Ja, ja, zie je hem? Daar jou, hier. Ja, ja, ja. Ja, die is dood. Nice. Ik ga ze allemaal killen. Ik ben er echt klaar mee. Ik had ook ingekilled. Je moet ze gewoon gaan spawn campen. Kerel. Ik weet niet waar die chest naartoe is. Ja. Fuck die chest. Oh, zijn er nog twee man hier bij mij? Oh. Ja, men komt dood. Ik heb geen kogels meer. Ah, ik ben ergens met een nieuwe boot gespawnd. Hallo Thomas. Ah, ik ben ook bij een nieuwe boot. Kom meteen die kant op, kom. Ik ben in het water gesprongen. Ik heb geen hulp meer. Hier liggen nog wel heel cannonballs. Ik weet niet wat ons plan nu is. Kom dan hier eens omhoog. We pakken die sleutel en we zullen naar jullie boot toe. Dan maken we weg zijn, dan komen we later terug. Ja, we moeten hun boot laten zinken. Nou, ze gaan hier niks te zoeken, we zullen wel gewoon weggaan. Ze gaan die sleutel niet vinden, neem dat maar van mij aan. Waar, we zaten bij Crow's Nest Forgers, toch? Ja. Ja. Dat is nog wel een stukje paan, hè? Maar nee, als... Oh, als die goed de is, kunnen ze de sleutel niet vinden, behalve als die lawaai maakt. Nou, die zal wel oplichten, die sleutel. Nou, hij zit in het groen. Ik heb hem zo goed in het groen verstopt dat ik hem zelfs niet zag toen ik wegliep. Was in het groen in plant of zo? Ja. Maar we moeten gewoon terug om proberen een boot te zinken. Twee bij hun aan boord of zo, twee op ons schip. Hopen dat dat ding niet despawnt of zo. Hoe ver moeten we? Best wel een stukje noordoost. Hebben we de wind mee? Ik heb ze zo vaak gekild, hè? Zo vaak. Maar net nou, ik zeg bij jullie. Ik wacht wel op een mermaid eigenlijk dan. Dat is wel irritant aan dit spel. Dat het zo moeilijk is om iemand uit te schakelen. Een boot wel, ja. Dus als je zelf hier tegelijk kilt. Je doet de verkeerde kant op, toch? Oh nee, laat maar. Laat maar. Laat maar. Laat maar. Helemaal de goede kant op. Ja, ja, dat is even laat maar. Lama? Lama. Ah, oh, dat ziet er echt pretty uit nu. Blauwe. Blauwe? Blauw water. Ja. Ja, ja. Is het niet dat eiland voor ons nu, waar ik die galleon zie? Dat zou kunnen. Hadden we die gunpowder bij nog op de andere schip, of niet? Die was aan te drijven op de NLV. Supertonk was. Ja, het is bij die galley daar. Het enige probleem was als ze schaal. Oh, godsamme. Als we gaten in die boot hadden gemaakt. Dan was het makkelijk geweest. Want ik had ze allemaal op een gegeven moment gekild en die boot was dan onbemand. Maar ja. Ik ben er geen wooden planks meer zie. Dat is een nieuwe boot, hè? Nieuwe boot, dus alles is opnieuw. Hebben jullie 4 sink aan of uit trouwens? Volgens mij aan. Zet de sails boys voor volle snelheid. Zou zo'n key ook op een ander fort werken? Via die app ofzo. Dan krijg je zo'n gun. Wat? Dat weet ik niet, gewoon van die mensen die dit spel hebben gemaakt ofzo. Geen idee, ik heb er niet aan staan. Ik wil gewoon die gun.
kijken of die kunnen trouwens. Nee. Klemmetje naar rechts. Een paar rotsen voor ons. Ja, goed zo. Maar zal ik gelijk, wat ik kan doen... Ja, een beetje te veel naar rechts. Ja. Laat ik dat proberen. Rij maar gewoon door naar rechts dan. Ja, okay. Ga drive-by aan de achterkant van het eiland waar we net stonden. Ik ga proberen die sleutel te pakken en dan terug onze boot op. En dan vertrekken we gewoon. Ja, is goed. Dan kan je zelf afvuren met een kanon ook nog. Weet je wat? Dat is misschien wel handig. Als jullie we gaan met twee man jou verdedigen ook direct. En de andere moet maar gewoon blijven verder varen. Hey, ik weet niet hoor. Als ze je dan wel hebben, dan zijn we er klaar mee. Ja, maar iemand, Nick, die pakt dan die sleutel, die rent terug naar je boot en... of Mel en Nick dan gewoon doodgaan bij eiland, ik kan geen kwaad. Zolang dat Nick maar terug kan wegrennen gewoon naar de boot. Ik zie geen puk. Ja, en als ze hem wel gevonden hebben, dan gaan we gewoon lekker met zijn gevecht, want we zijn heel zo dichtbij. Yep. Wat jullie kunnen doen, is mij alvast die kant op schieten als we de boot iets rechts doen. Dat ik alvast ga kijken. Nee, ik zie niks. We moeten naar boven doen. We gaan een trage naar het eiland gaan. We gaan aan de andere kant wel, hè? Naar rechts, dacht ik. Ik weet niet. Ik ben naar links nu. Ja, hey, stonden wij daar tussen waar hij nu staat, ja, hè? Ja. Ja. Ik ga beter de andere kant gaan. Wil je erheen schieten, Nick? Oh. Ja. Oké. Okay. Kan je zelf ook afvuren altijd, hè? Ja, maar ik doe dit, want anders horen ze dat kanonschot. Ja, dat is waar. Nou, boys. Zou ik mezelf erin schieten ook? Nee. Daar is die mermaid van onderlopen. Moet ik ook in springen? Er staan er twee boven je, Nick. Volgens mij. Nee. Ja, ik zie een telescoop kijk naar ons vanaf het eiland. Volgens mij zijn ze dat hele eiland aan het doorzoeken. Ze hebben daar al een explosive barrel vast, denk ik. Er rent eentje met een gun barrel aan, ja. Wat, op dat schip? Oh, nee, ja, op het eiland. Water in, oké. Okay. Kijk, eentje in de crow's nest zit ook een. Sleutel ligt er nog. Oké. Maar ik pak hem nog niet, want ik zit nu... Lager als je kan. Je moet onder de waterlijn schieten, anders heeft het geen zin. Op hun of onder de waterlijn? Ja, ik schiet onder. En schiet op verschillende plekken, zodat je nieuwe gaten maakt. Ja, doe ik. Kom je onze kant op gevlogen, niet dat die van hun of ben jij dan, Nick? Schot jij onze kant op, Nick? Nee, ik zoek... Is iemand naar ons toegekomen dan? Even opletten. Ja, er klimt hij met een gun barrel op het schip. Op hun schip? Ja. Okay. Ik ga ze van achter bekijken. Oh, kut. Door die lijk ben ik eraf gevallen. Kijk hoe je die ene kerel in het water dan vindt. Oh, zit er iemand achter ons helemaal. Maar ik zie eentje in het water hier, ja. Die heeft een barrel. Die in het water hier? Die in het water heeft een barrel. Deze ik denk niet. Als je de sleutel kan pakken en langs achter kan rennen, dan denk ik dat je safe bent om op de boot terug te geraken. You sure? Ik zie echt niemand hier. Er waren er twee man in het water al. Dus de kans is maar klein dat er iemand van hun hier nog zit. Ik ga het doen, maar als het fout gaat, dan zijn we de sleutel kwijt. Ik weet niet waar je die sleutel juist hebt gelegd, man. Ik zwem achter eentje aan in het water. Kunnen jullie mij ophalen dan? Ik drijf redelijk dicht langs het eiland. Zij maken een hele wijde bocht, want ze hebben al hun masten naar beneden. Al hun zij. Oh, ze zijn vertrokken ofzo? Waar het er is? Ja. Zien jullie mij in het water? Ja, ik kan niet strakker draaien dan dit. Anker. Oké. Hij is er meteen weer. Hij is. Komt onze kant opgedraaid, dus om even voort te maken. Hijsen, go! Ik hit een schip nog steeds, ik zit op het eiland, ik zit van onder vanaf het eiland. Ze raken ons ook. Ja, maar weer terug aan boord nodig houden. Er staat nog een mermaid in het water die mee kan praten om bij ons te komen. Die is gaan niet de grond raken. Ik denk dat we net genoeg gedraaien. Okay. Nu gewoon belen. Goddammit. Maakt niet uit. Ga jij repairen? Yo. Ik heb eentje dood. Gewoon met de wind mee.
Gewoon weg hier, gewoon weg. Ja, ze zitten al vlak achter ons. Oh, ze crashen vol op het eiland in, ja. Oh nee, ze doen ook 180. Ik heb eentje dood en ik ben zelf ook dood nu. Toch worden we misschien gewoon zo meteen even een andere voyage gaan kijken wat we kunnen doen en dan en dat we die gedaan hebben dan terugkomen. Nou, op zich zijn we nu dat eiland denk ik scout of zo. Ja, we hebben nog wel heel lang zitten scouten zijn nu. Ja, het was echt een goede verstand, like, holy shit. Wel één gouden skull kwijt zijn ofzo, in ieder geval kut. Ik heb liever die sleutel in die gouden skull. Ja, dat is waar. Oh ja, die zijn we kwijt. Nee, die ga ik even terughalen, burp. Ik weet niet of ze hem opgeraapt hebben, want al onze loot en die gun barrel die lagen gewoon in zee te drijven. Van die sloep gedronken was. Die sloep is daar links ook weer. Die vind ik een Franse klootzakken. Als zij dat zijn. Ga maar helemaal naar Kraken's Fall en daaromheen. Waar is dat? Gewoon helemaal rechtdoor en dan het is noordwest omhoog. Ga maar een beetje noordwest, een klein beetje noordwest draaien. Ik ga gewoon echt weg van alles nu. Ik ben benieuwd of Jan er door hebben wat er gebeurd is. Mensen varen nu wel, dus Die denken allemaal, what the fuck. Waarom is er geen key? Waar is die loot? Waar heb je de sleutel hier gelegd trouwens? Beneden, tweede verdieping, bij de kisten. Waar alle loot zit. Waar je kan reloaden en zo. Ja. Ik kan hem wel beter verstoppen, denk ik. Misschien helemaal beneden verstoppen. Misschien hier of zo? Ja, als in de captain's cabin of op het randje. Waar ook wel een goede plek is, maar dan ben ik achter de cabin. Die komt dan kun je ze opspringen, pakken en terug wegspringen. Dan ga ik dan met dat varken. Dat is gevaarlijk. Ik denk jullie die gaan al chasen nu. Ik maar helemaal, helemaal beneden, zou ik zeggen. Gewoon helemaal beneden? Ja. Zo ver mogelijk. Kan ik hem hier niet achter of zo? Hier, misschien zo. Hier, wat dacht je daarvan? Even kijken. Zoek hem eens, bedoel ik. Fuck, fuck, ik zie hem niet. Gaat er niet die spawnen door die key? Nee, hij is beneden hoor, hij is beneden, hij is beneden. Hij is beneden. Ah, hopen dat hij niet die spawn. Ja oké, okay, maar jij wist elkaar niet, maar ik moet wel zien wat hier zo naar beneden rent. En aan de andere kant terug naar boven komt, dan gaat hij hem niet zien. Waarschijnlijk, nee. Ja. Ik weet het anders ook niet. Ik heb hem niet. Je kunt niet in een ander kistje leggen ofzo, dat je hem ergens... Ja, maar je kan een kist erbovenop leggen, maar we hebben geen kist. De kist pakken je sowieso ook wel mee, denk ik. En we moeten even van de galley af, dan kunnen we de loot gaan halen. Zo af, ze volgen ons niet. Oh, ja. Ja, ze volgen ons wel. Net wel in ieder geval, nu zie ik ze niet meer. Ze zijn achter die rotsen daar. Nou, ze doen maar. Wij gaan gewoon oneindig doorvaren en als ze ons willen volgen voor een paar uur, prima. Mooie raid boys, goed gedaan allemaal. Jammer dat die skeletten in één keer ons ergerden. Ik pak heel snel wat drinken naar die over. Oh, ik heb een plek. Ik probeer nu maar iets te vinden beneden. Is er niemand achter het stuur nu trouwens? Dus. Ik ben hier terug boven. Vind je hem? Nog niet. Die key die spawnt na 45 minuten. Ik heb even gegoogeld. Okay. Ongeveer 45 minuten die spawnt die. Oh, nadat je hem hebt gedropt of? Ja, nadat hij is gedropt. Het heeft wel wat met een banaan in je hand naar de zonsopgang of ondergang kijken. Nee, de key die spawnt. Ga de key zoeken. Key de spawn na ongeveer 45 minuten, staat op Reddit. Nou, ik kan hem niet vinden hoor. Ja, nadat hij van het bos is gedropt en nadat jij hem op de grond hebt gelegd. Toch kijken. Zit ook een beetje aan de rand van de map, of niet? Zie je hem niet? Kan, ja, ik kan wel. Ja, als je echt naar kijkt, dan heb je pick-up, ja. Hè, maar helemaal goed gestopt, hè? Je ziet hier niet, nee, lekker. Sorry, waar? Maar ja, ik wil niet dat hij die spant. Hier. Hier. Ik heb heel veel moeite half in die ton gekregen. Oh, ja, oké. Okay. Dat gaan ze niet vinden, hoor.
Behalve als Galleon zinkt. In één keer een key naar boven denk je, what the fuck? Wat zijn die bonden, Mel? Dude, moet je nu eens aan de poort gaan staan en dan naar de mast te kijken? Oh. Is dat nou een sloeprecht voor ons? Ja. Oké, wat doen we? Ik ben een beetje bang dat hij gaat despawnen. Nee, ik ook. Gaan we terug gaan varen dan, met een rondje? Ja. Kijk, moet die andere weg zijn? We zijn zo ver weg, maar we moeten... We kunnen hier links om dit eiland heen. Dan gaan we om crackers vallen en dan gaan we terug. Even de zeilen bijsturen. Ik doe de lampjes even uit. Hoezo stonden die aan? Ik moet wel een nieuw schip hebben. Kak. Dat denk ik dan niet eens meer aan. Het valt me ook niet op als je op je eigen schip staat. Wat we ook kunnen doen, is er ergens een outpost in de buurt, dan zet ik de zeilen weer op die default witte kleur. Look at this guy, ja, dat gaan we doen. Ik ga beneden kijken. Moment. Zij zoeken naar deze zeilen, hè? Waar we net vandaan kwamen, naast dat eiland is de dichtstbijzijnde. Dus dan zouden we helemaal hier naar boven of dek. Ja, dit is. Ja, ik zie die galley niet meer achter ons, dus. Het is een mooi uitzicht nu. Het kan wel, maar dat is echt dan een omweg. Want het zit hier helemaal in het westen. Echt iets van 5 eilanden verder. Kunnen we toch teruggaan? Pakken we. Die sloep is ook wel heel dichtbij rechts van ons. Pakken we de outpost. Voor ons ook nog een sloep. Maar voor sloep zijn we niet meer bang. Kunnen we nu niet die zeilen veranderen dan? Nee, je moet bij zo'n equipment chest. Die hebben we hier toch ook? Nee, speciaal voor die schepen. Die staat volgens mij alleen bij haar. Okay. Is die hier niet gespawnd toevallig, omdat we nou dat ook hebben? Dus wat gaan we doen? Gewoon linksomkeer naar de outpost vlak bij dat eiland? Nee. Ja, maar dan staan we bij het eiland. Maar ja, ik vind het misschien nut niet echt meer. Ja, we hoeven niet stil te gaan staan. En iemand kan eraf springen. Of nou, ik kan eraf springen. Die zeilen weer normaal zetten. En dan ga ik met de zeemeer mee weer aan boord. Oké. Okay. Dan gaan we wat. Moet je naar het dan? Killen. Waar moet ik dan heen? Zuiden. Gewoon rechtdoor nu, toch? Nee, het zuiden. Moet je outpost is het zuiden. Recht naar het zuiden nu? Met die map te bewegen. Oh ja, recht naar het zuiden, ja. Recht naar het zuiden, ja, ja. Sorry. Maar zorg dat de masten goed staan, dat we elke windje... Ah, die hebben we nu niet meer, die hebben we allemaal tegen. Okay. Allemaal naar links de zeilen. Naar links? Waarom? Oh, we hebben wind, ja. Dit is echt weer voor een kraken. Ja, dat zou ik liever nu niet willen meemaken. Ah, dat is 5 seconden. Kraken weer weg. Oké, wat het namelijk is, als we kunnen ontsnappen van die galleon. Oh, die galleon is tussen de stenen daar. Ah ja, die zit daar gewoon weer te campen. Ja, ik had ook niet anders verwacht. Die vuile op ten eerste. Maar we kunnen alsnog de zeilen wel veranderen. Ja. Dan zijn we gewoon wit. Dan kunnen we daarna weer... Waar is die galley? Rechts tussen die stenen. Recht voor ons of links? Rechts voor ons. Rechts. Ja, maar de... Die zijn ook alleen met ons bezig, hè? Yup. Een beetje salty. 2 sloepjes achter ons. Rechtsachter. Dit is wel jammer met die zeilen nu, want iedereen weet welk schip er zijn. Ja. Die sloeps gaan met elkaar vechten? Of niet? Dat weet ik niet. Die gaan wel heel hard langs elkaar. Nee, denk ik niet. Koen, wat ga jij doen? Dat eiland op en dan proberen? Ik ga het eiland op, ik ga die masten weer terug, die zeilen weer terug veranderen. Maar eigenlijk moet dat gebeuren terwijl we nog uit los zijn. Dus we moeten niet te hard gaan.
Heb je me. Dat ze ons dat gewoon in Zuid zien doen. Ze zijn alweer aan de move of niet? Maar ze staan ook gewoon nog steeds bij dat ding te campen. Ze staan daar te campen, ja, maar dat, ze zijn nog steeds op zoek naar die sleutel. Dat is helemaal prima. Als ze ons maar niet doorhebben. Want vanaf hier kun je niet zien dat wij onze masten veranderen. Dus we weten nu niet, denk ik, welke schippers zijn. Denk nee, je dat wel? Is waar. Ja, die zijn al zo ver, zijn we ook allemaal zwart. En ik zie 3 fucking sloops achter ons. 3 stuks. De hele server wil die key hebben, ja. We hebben toch geen skelet boven ons? Nee. Zie je ineens dat drijven is zo'n skelet? Oké, zeilen iets omhoog. Halfmast. Ja. Waar is de key nu dan? Beneden helemaal. Nou, hij ligt niet meer onder het pad. Nee, dat ligt de voorkant. Recht vooraan. Ik neem het stuur over. Zal ik mezelf die kant op lanceren? Ja. Hopen dat we op tijd zijn. Ik doe de achterste ook omhoog. En waarom? Mocht dit niet lukken, moeten we in de buurt zijn. Dan moeten we niet te ver... Wauw. Dat gaat niet ver. Ik had hem toch best wel omhoog. Mwa. Wij gaan nu hard naar rechts, hè? Nee. Nou, dat komt wel goed. Bring your ship closer if you want to customize it. Uh-oh. Waar staat hij? Bij die chick daar op het begin? Ja, rechts van jullie op die dock. Ik zal wel even met mijn verrekijker naar je kijken. Hier sta ik, jongen. Zie je me? Nee. Maar ik kom eraan, want ik... Ook zie ik vanaf hier jullie player models niet eens. What the fuck, zelfs in ja, omgekeerd ook niet. Ik weet dat die merchants daar staan, maar ik... Ja, render het niet. Nu heb ik eentje. Oké, okay, nu mag ik. Kelly is weer in beweging vandaan. Heb hem. Geluk. Mooi. Nice. Kun je hier ook wel heen zwemmen, denk ik. Yo. De galley is weer in beweging in ieder geval. Dan moeten we niet met ze vechten trouwens. Ja, ze komen ook deze kant op. Anders weten ze door onze namen nog wel wie er zijn. Zwem je deze kant op, Koen? Ja. Uitlijnen. Moet even snel een name change kopen, 10 euro. Vette leveren dat ze nooit weten, dat weet ik. 40 euro neerleggen voor een stronghold. Kijk, Koen. Alles weer naar beneden. Let's fucking ligt go. Ligt de key er nog netjes? Ja. Mooi. Wij moeten gewoon niet zo annoying doen. Of vondjes gaan doen, pisventjes. Pak hem voor de zekerheid om de zoveel tijd even op. Want we weten niet wat die 45 minuten timer is. Ja, als het vanaf het moment is dat die gedropt is, bound, dan is het toch al te laat. Dan kan ik niet van aan kunnen doen om op te nemen. Ik kan hem wel proberen vast te houden en hier gewoon in de ruimte zitten. Met niks te doen. Dat kan. Ik denk niet dat hij uit je hand die spant. Dat lijkt me stronghold E. Wat doen we nu? Nog eens rondvaren rond het eiland die we hier zitten en dan kijken of die galleon al een beetje verder weg is. Maar staat hij daar nog stil? Nee, nee ik zag hem net... Oh, daar links. Ja. Oh, ze komen naar ons toe, ja. Nou ja, we gaan nu weer weg. Draai de masten naar rechts. Al gedaan. Nou, nee. Niet gedaan. Mee bezig bedoel ik. Ook naar boven dan helpen. Ja, je kan de sleutel gewoon even vasthouden. Je wil een man minder dan. Nou, we redden het wel. Die wel een sloepie links. Ja. Het eilandje. Deze lekker question doen. Dat is helemaal prima. Ja, die kan wel eens naar de outpost gaan. Nou, die gaat zeker naar de outpost.
Hebben we dan tijd om te looten, denk je? Nee. Nee. Dat is te dichtbij, want we gaan de, wat we gaan zo meteen doen is, we slaan één keer af, zuidwest. Dan gaan we daar een stukje verder en dan maken we een best groot rondje en dan gaan we erheen. Niet gewoon die key vasthouden de hele tijd? Als jij de key vast hebt, prima. Oké. Okay. Maar blijf beneden dek, zodat... Ja. Daar kunnen we een hele grote deur met schat achter en die hebben we meegenomen van een eiland. Daar stonden heel veel mensen. Dus die key is heel belangrijk voor onze loot. Maar die zijn ze kwijt, ze weten niet dat wij die hebben. En we hebben... Maar we hadden dure sails gekocht voor 70.000. Dus toen wisten ze dat wij die boot waren die, dat hebben, die daar weg zijn gekomen. Of nou weg zijn gekomen. Ja, dus we zijn weer teruggegaan en hebben onze sails weer wit gemaakt. Dus als het goed is, zijn we, herkennen ze ons niet meer, behalve bij de naam. En de kleding, dus... Allemaal naakt! Allemaal naakt! Als we gaan stoppen en dingen gaan verkopen, hebben we toch makkelijk de tijd. Het is heel veel om te looten, hè? Maar gaan we gewoon rechtdoor nu? We gaan om dit eiland heen. Twee sloepen staan nog rechts, ik weet niet wat die aan het doen zijn. Die kijken naar elkaar of zo. Hebben we nog genoeg brandstof? Nee, de sloepje was bang, die ging er vandoor. En dan. Of we moeten een sloep hijjacken. Dan weten ze helemaal niet meer dat wij het zijn. Ja, en dan kunnen, dat stel. Dan kunnen ook veel sneakier naar dat ding toe. Zal die galleon niet stil, kan ik zien. Jawel. De galleon staat bij de outpost. Want die heeft natuurlijk ons skelet in onze kist gedaan. Yes. Ja, dat is best een waardevol skeletje. Ja, yeah. 1800 of zo. Domme. Jezus, shit. Misschien moeten we ook vaker gewoon met mensen op het schip gaan. In twee nou ja, we hadden de boot perfect geparkeerd. Maar een beetje jammer dat we hem niet wegkregen. Nou, we hebben de key. Belangrijkst. Heb je de key nog vast? Glimt die nog? Jo. Sorry dat je beneden bedekt moet blijven, maar het is moet je zielig hier. En mij... Ik vraag me eigenlijk af, zou je mij met die key in de brim kunnen stoppen? Ja, maar laten we dan de key niet erin leggen, en dan kun je dat nooit meer eraan. Hey, shipwreck voor ons. Ja, laten we die looten. Let's go. Dat was een grapje. Oh. Ik zie geen shipwrecks, alleen barrels denk ik. Ik zie meer hoor. Ja, maar dat kan ik een barrel zijn. Die kleine sloep? Gaat naar die grote galleon. Dus misschien komt daar nu een gevecht. Meeuwen zijn ook barrels, dan zit er gewoon een schip onder water. Yep. Oké. Okay. Meeuws. Dus moet nou naar links of wat? Klein stukje naar links. Nee, ik bedoel, gaan we nou richting die... We gaan nou richting de fortress, dus wat we nou gaan doen is... Loot als mallen. Zuidoost. Mam, knal Zuidoost. We hadden friendly moeten worden met een van die sloepen en ze omkopen. Maar yo, als jullie hun afleiden, krijgen jullie één krijg je een deel van de loot. En dan geven we dat nooit. En dan killen we ze. Ja, maar ze deden ook eerst friendly en toen kwam die lul in één keer aan boord. Dat was een Henry gejat. Henry is nog weg ook, die hebben we nooit verkocht. Nee, dat was die Fransman, die maar ook deed zat een taunt op die boot. Die hoorde toch bij die galleon? Nee, dat was die sloep. Ah. Kut Fransen. Is dat zo toxic, gisteren ook al. Dan gaan we nee, nog precies tegen de wind in ook. Duurt het fucking lang voordat we er zijn. Oh, we moeten verder eromheen draaien. Dat we vanuit een andere hengel komen. Ik zie die sloep van de outpost wegkomen. Wat gaan we doen? We gaan er niet heen. Nou, we moeten dat hele eind tegen de wind in. Precies er tegenin. Dat duurt zo lang voordat we er zijn. Dus wat gaan we dan doen? Nog verder? Een andere hengel pakken. Ja, als ze een beetje opletten, dan kunnen ze waarschijnlijk nog sneller zijn dan wij ook. Maar welk eiland is er dan links? Die links met het torentje en die turrets. Ach, verdomme, is dat ze zien dat er... Dat zou funny zijn als ze op ons afkomen dat de kraken opeens onder ze span. Misschien kunnen we de kraken omkopen. Dude. Maar fucking Henry is dood gegaan, hè? Yep. Henry Huisberg. We gaven hem geen bananen meer. Ja.
Ben ik verdronken. Volgens mij 40 bananen in de beest gestopt. Nu wil je gewoon 180 en terug ofzo? Dan hebben we de wind wel mee. Ja, ik ga wel om dit eiland heen. Maar dit is ook wel een mooi eilandje. De die sloep is langs dat eiland gegaan. Masjes naar links. Zeltjes naar links. Yo. Ik drukte per ongeluk op S en achteruit. Ik vlag bijna in praten. Ze zitten op die stream nou gewoon bananen te eten, net zoals wij hem in het pijl eten. Met schil, hè? Met schil, ja. De defend al de hele tijd van Nasty. Laat ze die server maar fixen. Als een banaan vreten. Oké, wat doen we als we daar zijn? Wat doen we als we daar zijn? Stoppen. Alt en 4. Oké. Yep. Nee, dan gaan we met 3 man looten, gaan we met iedereen looten. Dat is gewoon met 4 man knallen, denk ik. En dan kijken of er niks aankomt. Maar ja, niemand weet natuurlijk dat wij daar gaan looten. Behalve die galley, dus. Die Frans, die hebt er lang opgegeven. Maar weet wel dat er nog nieuwe skeletten op dat eiland zitten, hè? Ja, respawnen die als er ook geen skull is. Weet ik niet. Maar ga je inderdaad een beetje zo achter het eiland staan, want de outpost is voor ons. Moet er zit trouwens een beetje trekken. Naast ons op het eiland daar. Maar dat is verder prima. Ik wil hetzelfde stukje omhoog. Ja. Maar dat is al te laat, zijn er al. Dan ik dan niet meer uit, dan moet aan de anker. Anker, go. Ja, doen we ook, doen we. Moet ik naar boven komen of van beurder? Oh, we hebben 3-4 gaten. 5. Moet ik hier liggen, handpakken. Lekker geparkeerd doen. Ja, dat hangt wel een beetje laat. Ik ga scheppen. Thomas hier nog? Ik denk dat het hier oké beneden. Is weer droog. Nou, let's go. Let's go. Jij hebt de sleutel, Thomas? Ja. Go, go, go. Hoe staan we nu? Met de achterkant. Dat is prima. We staan prima om weg te komen in één keer. Niet te looten, man. Ik zie geen skeletten. Oké, alle dure dingen eerst. Mocht er dan in één keer wat aankomen. We hopen dat niemand op het eiland zit. Zal ik even scouten? Ze is nog met z'n vier te campen hier. Ze hebben gewoon dat schip als decoy naar de... Dan zijn we gewoon outplayed en dan verdienen ze. Zeg maar, mag het? Ja, go, 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 go. Go, 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 go. Jezus, wat een vol ding! Ook de volste die we ooit hebben gehad. Er zijn ook nog allemaal gunpowder barrels, dat is ook niet echt chill. Die nemen we niet mee nu. Loot them, I'll go. Stop wasting time. Ik ga ook gewoon alles hier ook op dek gooien. En als we dan eens in beweging zijn, dan de galley in beweging. Oké. Kaak. Ja, daar komen ze aan hoor. Maar we staan dat we weg kunnen. Toch gewoon neerplaatsen. Pak alle dure skeletten en shit. Ja, ik heb een stronghold. Er zit een gunpowder barrel naast onze boot, die moet even weg hier bij mij. Maakt niet uit nu, we zijn er niet meer als dat nog relevant is. Hoop ik.
Captain's chest, alle dure skeletten. What the fuck is dit ding ook? Opiant. Nou, die neem ik ook mee. Okay. Die relics zijn vaak niet zoveel waard hoor. Deze heb ik nog nooit eerder gezien met al die diamanten erop. Oh, dat klinkt mooi. Oh, ze komen er nog niet echt aan, heb ik het idee. Nee. Wat we ook kunnen doen is dat we één iemand achterlaten. Dat we die explosive barrels gewoon daar laten staan en dat die daar dan op schiet. Als ze wanneer binnenkomen. Ze binnen gaan. Voor nu gewoon ASAP, pak zoveel je kan. Ja, we hebben meestal, we kunnen nog even die ze komen er nog niet aan hoor. Ze komen er niet aan, nee. Okay. Is dat het meest waardevolle wat je mee kan nemen? Exotic silk, denk ik wel. Ja, ik heb ook een exotic tea. Die is volgens mij ook wel over de 1000 waard. Exquisite spices zijn ook veel waard. Wat zijn zij aan het doen? Even kijken. Ze gaan helemaal naar links daar. Ze gaan ergens anders heen. Boys, good job. Nou, oppassen dat ze niet turnen. Oh, ik leg ook gewoon alles op dek neer. Ik leg vast alles op mijn leden aan neerleg. Nee, ik leg alles even in de captain's room. Skulls ja, niet. Dan ga jij maar alles verdelen nu, want volgens mij hebben we niet zoveel meer om op te halen. Ja, ik ben nu nog even in die vault. Pak nog even iets. Hier links zijn nog van die jewels. Die skulls zijn heel veel waard. Ik heb het idee dat zij weer proberen uit los aan te komen via die stenen daar. Prima. Maar dan hebben wij alles al. Ik verdeel alles al. Ik blijf op het schip. Eén run moeten doen met z'n vieren. Drieën. Ik denk nog één met z'n drieën. Er staat alleen nog één kist. Alleen nog één kist en twee gunpowder barrels. Willen we die nog hebben? Kunnen we hun nog hard sowieso nog halen. Ik hoop maar even komen kijken. Volgens mij staan hier sowieso nog drie of vier gunpowder barrels. Onderweg naar het schip zelfs. Als we dit... Okay. Ik leg op mijn middelste dek leg alles neer hoor. Er is ook een sloep, redelijk dicht in de buurt. Recht voor ons. Kar af, en dan hebben we het zeker allemaal. Ja, let's go. Wat lekker. Och, die hebben we ook zeker verdiend. Ik ben er lang mee bezig geweest. Ja. Wat ga je met die barrel doen, Koen? Die leg ik in de crow's nest. Okay. Mochten ze nog aankomen. Maar let even op die stenen waar ze heen gingen. Ja, wat moet die gewoon weg nu? Haal het anker omhoog. Ik zie ze namelijk niet meer. Naar de outpost daar, let's go. Sailen naar beneden. Sail away, sail away. Let's get the fuck out of here, boys. Die daar links voor ons was vandaan kwamen. Ik wil naar de andere outpost gaan, maar... Kijken. Ik weet niet, ik zie ze niet meer. Ik denk dat ze weer zitten te sneaken, hoor. Ik heb ze alleen daar naar die stenen zien gaan. Verder heb ik ze niet meer gezien. Nou ja, we kunnen gewoon weg blijven varen. De outposts zijn acht ronden of we moeten heel ver varen? Ah, heel ver varen, klinkt wel goed. Ik zie ze daar. Ja, daar links zitten ze, zie je dat? Gewoon weg van hun varen. Zitten bij een eiland, zitten bij een eiland, is prima. Oké. Okay. Het enige probleem wat we hebben is dat er voor ons, bij de outpost, is een klein sloepie. Ah, we hebben die gunpowder barrel toch, voor die sloep. Ik denk, hoe ernstig het ook klinkt, dat we die hele sloep moeten vernietigen. Is een outpost hier, nee toch? Ja. Dit is de outpost. Gewoon even aan de goede kant neer. Oh, de rechterkant parkeren. Ja. Als dit die Fransen zijn namelijk. Oeh. Dat hoop ik niet. Fucking assholes inderdaad. Hou gewoon het schip in de gaten. Zorg dat je bij de kisten blijft staan, iemand. Dat niemand dat overneemt. Mochten ze in één keer hier binnenkomen. De voorste twee mogen even hard omhoog. Yo.
gaan wel knoepaard. Jezus, wat een loot, jongen. Die zitten vrij ver weg van dat eiland met hun boot, vind ik. Van die outpost. Moet ik het zinken, dat schip, bootje? Ik weet het niet. Ja, zo ga je gewoon hostile maken tot op het eiland zitten, denk ik. Ja, precies. Zo, ik zeg, laat hem gewoon rust. En, ze roept op het eiland, ik zie daar lopen. Ze lopen op het eiland. En nu hebben ze hostile gemaakt, dat is niet zo slim, jongen. Nou wil ik eigenlijk daar niet gaan parkeren. Ik weet niet wat ze hebben. Ze hebben een gat in de boot, dus... Ze liepen naakt op... zonder iets op het eiland, dus... Wat? Oh. Hoe ondiep is het hier, joh? Doe maar, ik ga ze killen op het eiland. De boot gaat snel vol nu, ik ben aan repairen. Waar is er? Het is maar één gatje. Nee, er waren er twee. Hij is weer droog. Let gewoon op of zij niet eraan komen. Ik ga kijken op de boot en ik laat het wegvaren. Oké, wat voor dingen moeten we hierin leveren? Dit kunnen we hier wel even gauw doen. Al die ancients, maar die boxes. Die is still here. Maar let op, hè. Ik ben ze kwijt op dat eiland. Ja, als ik me gewoon hier vlak voor inleveren, dan lukt het wel. Oh. Misschien maar ik heb eentje zien lopen in een dikzak. Oh fuck, wat veel van die crates, jongen. Ik had ook even gewoon die messages er nog niet. Hallo. Hallo. Die Kelly staat nog steeds stil. 1400, nice. Damn. Volgens mij heb ik een laatste theetje nu, of spice. We hebben ook van die kleine ornamentjes nog, hè? Waar doen we die? Dat is bij de Cold Order. Gaan jij er nou vandoor? Ik heb dat boot laten vertrekken. Nice. Marauders chest, daarmee ga ik wel jammer proberen in te leveren, dat is niet zoveel waard. Oké, okay, dan ga ik ervan uit dat het veilig is en dan ga ik ook shit inleveren. Nee. Oké. Okay. Hij is hier nog, maar waar weet ik niet. Oké. Okay. Ik moet even in die shopjes kijken, je kan de naam namelijk niet erin zien. Oh, hier staat er één. Oh, doe je direct hostile, jongen. Hij is dood. Hij staat op mij te schieten met een shotgun. Natuurlijk ben ik dan hostel. Oké, dan zit er dus nog één op de boot en deze is dood. Dus nu kunnen we shit gaan carryen. Er zit niet één op de boot. Misschien was het maar een solo. Kan, hè? Het was solo, denk ik, want ik heb de boot laten vertrekken. Ja, maar die draait een rondje nu. Ja, want ik heb hem naar rechts gedraaid. Waar gaat hij nu heen dan? Naar rechts. Ja, oké. <okay. laughs> die komt hier niet. Nou, let's go. Alle skulls zitten in de dingetje. Ja, we hebben. In de captain ding. Die had ik misschien eerst moeten doen. Ik kan via de duikbank gewoon op het dak springen, by the way. Ik heb juist. 1700. Ik zie niks dan, ik weet niet waar dit heen moet. Het is zo donker hier. Waar die heen moet? Oh hier. Ja, hier. Hier, maar kijk. Oh, damn. 3080. Ja, voor die skill. Dat is een skill, ja. Stronghold skill. Ziek voor reputation, maar dan wil ik level 10 bijna. Nog 2 skills. Lekker gedaan, boys. Man, GG. Lekker gedaan, boys. Oeh. Je kan zo meedoen, Wout, met de boys, want ik ga er vandoor. Oeh. Was mooi om te kijken, Wout. Ja, wel fun. Heb je dat hele gevecht gezien dat we gingen ontsnappen met die kiefer? Yep. Die kiefer stoppen op dat eiland. Yep. En dat jullie de sail gingen veranderen weer naar default. Goeie shit hoor. Ja, ik had jullie op Discord even gemute, anders mag ik alles doen. Snap ik.
Waarom hoor ik het geluid? Ben en Jerry's aan het eten, dus... Ik ben benieuwd hoeveel die waard is, Mel, die jij nu in je hand hebt. Oh, hier ligt nog een ding, hè? Ja, ja, ik heb ook een. Het diamanten ding? Ja. Yeah. Oh, heb ik die vast dan? Mm-hmm. Oh, een gaatje. Rooid. Beetje rooid. En die leveren ook gewoon bij dezelfde in, Nick? Ja, bij die... Nee, niet bij de skull. Nee. Hier. Leef jij hem hier bij hem eerst maar in? Je hebt 70k gespend, Koen. Je hebt nu alweer 30, bijna. Ja, ja. 1k. 1000. Als je dit, wel als je dit soort shit doet. Ja. Gaat hard, hoor. Ik zit ook alweer op 20k. Ik had net 0. Ja, 25 nu. Die, Galleon, die vertrekt nou bij het eilandje. Dus we hebben alles gehad. Opulent Curio. Ja, dat was dat ding, dus die was 1000 waard. Dat is op zich wel redelijk. Dat is toch redelijk wat waard voor iets wat jij zei, wat toch niks waard is. Dus 1000. Zei ik dat? Dat diamanten ding? Ja, nee, je zei die dingen, die zijn die caraf en shit, die zijn niet zo veel die... Karafjes. Ik verwacht dat ze meer waard zijn als ze er mooi uitzien. Ja, ik wil even een nieuw hoedje kopen. De Galleon draait wel een beetje richting ons nu. Nou, hij doet maar. We gaan hem een fucker uitzwaaien, dan hebben we alles gekocht. Dan hebben we... Een beetje inwrijven. Yep. Dat het ons gelukt is. Ja, ik ga mijn nieuwe hoed kopen die ik al wou. Op mijn andere poppetje, maar dat heb ik niet gedaan. Gelijk, Melvin heeft zijn geld binnen. Gelijk, in real life gooit hij zijn geld weg. Oh, je hebt een nieuw poppetje gemaakt, Mel? Ja. Manke Mel, vond je toch niet zo lekker? Nieuwe character. Geen nieuwe accountnaam. Is toch steeds Manke Mel, maar dan... Als ik aan Manke Mel denk, denk ik aan dat lekkere ding. Nou, hij heeft nou ook wel een lekker opaatje, hè? Oh nee, omaatje. Ik was vandaag ook een fan die jou zelf moet krijgen, hè? Ja. In de Tweede Kamer, bedoel je? Ja. Ja, is het niet helemaal gelukt? Nee. Wat wou die doen dan? Als ze zichzelf ophangen aan de bühne, zeg maar. Oh. Zoiets. Ja, hij streed tegen de cannabiswet of zo, nou is hij aan het demonstreren. Weet ik hoe lang. Het lijkt me als je dat gewoon thuis doet, dat het beter lukt, toch? Ja, toch? Ja, maar hij wil gewoon aandacht. Ja, dat is de bedoeling, maar dan heeft niemand er ook last van. Oh, volgens mij hebben we alles verkocht, of niet? Ja, die mevrouw van de kledingwinkel heeft geluk. Ik weet niet waar ze is. Nou, dan heeft ze geen geluk. De boven je wel, achter je. Oh, deze? Ja. Kun je zien aan de schoen. Het schoenie? Ik zou zo even al mijn troep nog droppen in het schipje voor jullie. Nou, Koen, je kan de mast ook maar weer veranderen. Yeah, boy! Totdat er weer stroom op is. Ik ga toch lieven, of niet? Of moeten jullie mij inviten als Nick lief? Als het goed is, ga ik gewoon Nick overnemen. Ik zou meteen joinen, ja. Cool. Maar ik laat je nog even wachten, een beetje teasen. Ja, nee, ik ga even solo queuen. Ga ik ook even een kledingsetje kopen. Oh. Laat hij eigenlijk meedoen en dan ga je ons nog laten wachten ook. Nee hoor. Oeh, banana. Nou, even lekker stokken dan maar. Ons schipje heeft al heel veel meegemaakt vanavond. Yup. Oeh, is van vet. Nee. Ja, die is inderdaad vet. Dat vind ik even van mijn kunst. Sexy hoor. Ja, hè? Ik ben dus een line dancer. Ja, ik wou eerst ook zo'n piratenhoed kopen, maar hoe duur is die? Eens even kijken. 13k. Ja. Je hebt ook andere met veren. Ja, mijn is wat duur, denk ik. Ik weet niet precies hoe die andere zit. 27k, ja, dat heb ik niet. Nee, maar dat was nog wel de meest epische, want de andere strongholds die we gedaan hebben, toen hadden we niet zoveel resistance. En nu hadden we de hele server. Ook wel vervelend, want het was niet echt resistance. Ze zaten gewoon te wachten als een beetje kutveentjes. Ja. Maar...
Oh, je hebt nog meer hoedjes met veren, dat is ook wel vet. Dan moet je meer en verder reputation hebben op gold borders. Even kijken, oh nee, ik zou eigenlijk sparen voor de volgende hul, hè? Even kijken, bro, shellies. Ja, ik spaar nu ook gewoon een ship upgrade, of voor een beroep eerst ofzo. Die admiral hul is wel vet. Ceremonial admiral hut, die is ook wel vet. Nee, ja, maar dat mijn gezicht zo vet is. Wat? Je gezicht is wat? Prima. In dit spel kun je niet een character goed maken. We kunnen ook een nieuwe lobby starten, kijken of er nog een stronghold is. Nee. Denk je echt dat er zo lang een stronghold niet gedaan wordt? We hebben er al fucking lang over gedaan, hè? Yep. Zo. Jullie moeten nog wel even de kraken verslaan vanavond, hoor. En die galleon daar nog een keer neerhalen voor mij. Fuck is daar? Noordelijk. Even kijken, ik ben nu 23, 20 en 16. Wat zijn jullie? 9, 11, 7 nu. 26, 22, 17. Oké. Thomas? 22-20-14. En Gally staat nog steeds weer op het eiland. 15-15-7. Nou, kill die Gally. Exit to desk. Dat was wel succesvol. Nou Wout, je kan erbij! Akkoord. Ja, ik... Dit is van een cool eilandje, hoor. Wat die brugjes hierboven. Yep. Could you invite me, Koen? I could. But... I could.